Het is herfstvakantie, de wintertijd is ingegaan en buiten blijft het zomeren. Wij zijn er helemaal klaar voor. Jabeek moet naast een gesloten opvangcentrum nu ook in noodopvang voorzien voor gezinnen. Is tro soms echt te veel? Vragen voor staatssecretaris De Moor en ook voor een debat tussen Groen en Vlaams Belang. Regisseur Lucas Dont loopt warm voor de Oscars. TikTok verleidt jongeren om weer boeken te lezen. Onze winkelkar wordt steeds duurder, onze lonen stijgen. Wie betaalt de rekening? Zapmama met een 10e album terug van Nooit weg geweest. En zijn jonge vrouwen aan de universiteit kwetsbaarder dan elders? Maar eerst gaan we een zoehalke doen. U heeft alweer een zogenaamd zoehalke gedaan, vernemen wij. Dat zoehalke doen betekent dat ik mijn schouders niet ophaal, dat ik niet blijf zitten, dat ik niet aanvaard van dat hier niet over kan gesproken worden. Ja, dan is dat maar een zoehalke doen, maar dat interesseert mij niet. Als de KU Leuven zich een zoehalke had gepermitteerd en verontwaardigd in het rond had geschreeuwd dat dit niet kon, wel, dan ging die man vandaag misschien vrij uit. Ze heeft mij nooit gecontacteerd. Mm-hmm. Ja, alles is meteen op sociale media gegaan. Ze heeft mijn nummer. Zij handelt volgens de lijn die zij wil volgen. Maar ik vond het zondag wel nodig om uitleg te geven. Dus ik heb haar gecontacteerd. Goedemorgen en welkom. Goedemorgen ook, mevrouw Demir, Vlaams minister voor N-VA. Waarom hebt u hem eens niet gebeld, de rector van de KU Leuven? Het gaat er niet over wie, wanneer, wie moet bellen. Het gaat erover het feit dat als er twee dagen in de krant, nog voordat ik zelf iets had gezegd, staat van kijk, er is sprake van een doofpotoperatie, dan vind ik het cruciaal, essentieel, om in zo'n belangrijk maatschappelijk debat om niet over de details van de zaak te spreken, want daar gaat het eigenlijk niet over, maar wel om te reageren, net zoals dat de VUB een hele duidelijke communicatie heeft gedaan. Nu niet, morgen niet, overmorgen niet. En maar meer is het dan was ook dat niet? Want u moet ook weten, als ik even mag, we leven in een land waar dat er 100 verkrachtingen per dag zijn. 1 op de 5 meisjes jonger dan 18 jaar zijn slachtoffer van grensoverschrijdend gedrag en 1 op de 10 jongens. 1 op de 10 meldingen wordt, 1 op de 10 doet maar een melding. Mm-hmm. En dat betekent ook wel dat slachtoffers erkend moeten zijn, een slachtoffer zijn. En het is gewoon belangrijk, of dat dan nu een universiteit is, of een sportclub, of een culturele... Ja. Of een VRT, dat daar gewoon toch gezegd wordt, zonder details, want dat interesseert ons niet, maar wel heel duidelijk zeggen van, kijk, wij aanvaarden dit niet. Maar had u natuurlijk in plaats van een bericht op sociale media te posten, niet gewoon naar Luxels kunnen reageren en zeggen van, man... Maak je kenbaar, waarom doet u het op die manier niet? Want nu komt het allemaal dan in een storm terecht, waar het slachtoffer zelf ook niet om gevraagd Het zat al in een storm. Het zat al 2 dagen in een storm. En het gaat hier niet over mij, maar het gaat wel over heel de gemeenschap die dit leest. Het gaat over studenten die dat lezen. Misschien ook een student die net op dat moment een klacht werd gaan indienen. En dan bent u toch beter om niet eerst naar zelf te sturen. En die dan leest van ja, de universiteit wil geen commentaar geven. Ja. Dit gaat niet over ik moet de minister bellen of de minister moet hem bellen. Het gaat over het feit dat je gewoon maatschappelijk ook je verantwoordelijkheid neemt en dat je gewoon heel duidelijk zegt van wij zullen dit niet aanvaarden. Wij staan aan de kant van de slachtoffers. En wij zullen elke melding, Dat slachtoffer vroeg zelf discretie. Als u had gebeld met Luxels, dan had u dat ook geweten. Nu wist u dat niet. Ja, maar dit stond al 2 dagen in de krant. Dit stond op de voorpagina van een krant dat er sprake was van een doofpotoperatie. Maar reed het er meer om als minister misschien de koelbloedigheid te bewaren en de betrokkenen, in casu de rector, eerst op te bellen voor u die subsidie inhoudt? Ja, het gaat hier niet over mijn koelbloedigheid of het gaat ook niet over die subsidie. De ernst van de zaak is wel dat er 100 verkrachtingen zijn in dit land en dat er maar 1 op de 10 een melding doet. Ja. En dat dan cruciaal is, als er op de voorpagina staat er is sprake van een doofpotoperatie, dat je dan reageert. Dus... En dat moet ook kunnen, vind ik, met alle discretie en anonimiteit. Ja. Want dat is inderdaad bijzonder belangrijk voor slachtoffers. Ja. Want in de tijd, 4 jaar geleden, toen ik de zorgcentra na seksueel geweld heb opgericht. Dat was een van de dingen die daar naar voren kwam vanuit de slachtofferbevraging, was die anonimiteit. En dat was ook de reden waarom dat we hebben gezegd van kijk, we gaan er ook voor zorgen in die zorgcentra dat politie daar aanwezig is, dat slachtoffers dat niet naar een politiekantoor moeten gaan. Toch iets anders. Maar vindt u dan dus eigenlijk, want ook Luxels zegt van als ik alles in acht neem, dan vind ik eigenlijk dat ik
mijzelf niets te verwijten, maar dat ik het goede heb gedaan. Als u zelf nu terugblikt op de voorbije week, vindt u dan zelf ook dat voor uzelf, dat u het goede hebt gedaan, dat u zelf niets te verwijten wil? Want Gwendolyn Rutte zei, een sorry is op zijn plaats. Hoe kijkt u er nu zelf op terug? Ja, er zijn heel harde woorden gevallen. Er is ook heel veel geschreven geweest. Er is ook heel veel anonieme bronnen ook, in de krant. Maar allez, ik vind dat je dat als politicus moet kunnen incasseren. Ook allerlei titels van ja, Demir moet door het stof. Maar ja, sommigen die willen dat ik door dat stof ga, voor mij geen probleem. En dat is voor mij ook de kern van de zaak ja, niet. De kern van de zaak blijft voor mij... Persoonlijk, als minister van Justitie ook, wij doen heel veel aan slachtofferhulp. Wij vinden dat bijzonder belangrijk dat je altijd spreekt als iedereen zwijgt. Ja. Dat je zegt van wij staan aan de kant van slachtoffer. En dan moet het inderdaad niet gaan over een hele juridische uitleg. Of dat moet ook niet helemaal niet gaan over het feit dat over details. En we hebben dat ook gezien, wat dat deze week teweeg heeft gebracht, hè, meneer Verstraeten. Ja, als ik zie als op de VRT wat dat er is gebeurd, tuurlijk. Wat dat de VUB heeft gedaan, terwijl dat gerechtelijk daar zijn tuchtmaatregelen genomen, terwijl dat gerechtelijk onderzoek nog bezig is. Stadiest heeft twee OCM-medewerkers geschorst. Volgens mij is dat nog maar het topje van het ijsberg in alle sectoren. Maar als het slachtoffer dan zegt, ik vind dat de KUL dat goed gedaan heeft, als de regeringscommissaris dat ook zegt, zegt u dan, point taken, ik ben misschien wat te voorbarig geweest en ik aanvaard die conclusies? Weet u dat wat men vandaag in Nederland aan het doen is? Vandaag is men in Nederland aan het kijken of dat er slachtoffers zijn van die dader. Want, de universiteit in Nederland wist van niks. Mm-hmm. Er is niks gezegd geweest aan de universiteit. En als er misschien een telefoontje had moeten gebeuren, meneer Verstraeten, dan had misschien dat telefoontje moeten gebeuren. En dan kun je vermijden dat er nieuwe slachtoffers zijn. Laatste vraag misschien nog hierover. Is die subsidie dan van die 1,4 miljoen die u on hold heeft gezet... Komt die er nu? Want op zich was alles daarvoor eigenlijk in stelling gebracht dat dit zou goedgekeurd worden. Ja, het gaat hier over een subsidie van mij en van een aantal andere ministers in de Vlaamse regering. Het gaat ook niet over een feestje dat zoveel geld kost, vooral duidelijkheid. Het gaat over de 600-jarige viering van de KU Leuven. Ik ben ook zelf student geweest en ook studentenvertegenwoordigster aan de KU Leuven. En ik denk dat dat we nu de komende dagen in alle rust en sereniteit moeten kijken hoe dat we daarmee omgaan met die subsidies. Maar op zich ligt de weg open om, zoals het voornemen was, om die wel toe te kennen. Ja, we gaan daar met de collega's het gesprek voeren. En ik vind ook, stel dat ik die subsidies nu deze week had toegekend, dan denk ik dat het kot misschien wel wat te klein was geweest. Ook die verontwaardiging, niet alleen van mij, maar eigenlijk heel maatschappelijk en ook de studenten. En ik vind het echt cruciaal, essentieel, dat we spreken, dat we dit thematiek ook wel zonder het vertrouwelijkheid of de anonimiteit van de slachtoffer, maar algemeen. Want het is niet alleen op universiteiten. Okay. Het zit ook op de werkvloer, in cultuurcentra, in sportclubs enzovoort. Okay. We gaan daar straks ook nog op door. Intussen, mevrouw Demir, is er een nieuw dossier opgedoken gisteren. Strengere mestnormen voor de landbouw, het zogenaamde mestactieplan 7. De krant De Tijd pakte daar gisteren mee uit en schreef Demir stelt spijkerharme mestnormen op voor de boeren. En de boerenorganisaties, mevrouw Demir, die stonden meteen op hun achterste poten. Ik weet niet wat de bedoeling is van de minister om uiteindelijk op die manier een tekst neer te leggen. Het lijkt mij echt wel om te choqueren en die discussie meteen op scherp te stellen. En daar is in ieder geval goed in gelukt. Ja, is er een nieuw zoehalken in de maak, een solo slim ten aanzien van de boeren? Nee, dit is een georganiseerde aanval. Die tekst is gelekt met een duidelijke bedoeling om dit thema aan de kant te schuiven en dit niet te bespreken. En ik betreur dat ook. En vermoedt u ook door wie? Ja, wil dat saboteren? Ja, ik weet het niet, maar ieder die heel heftig heeft gereageerd en die zegt van dit moet terug naar de vuilbak. Maar er is dus blijkbaar wel een tekst waar niemand van weet, had ook uw coalitiepartners niet. Ja, dit is ook nog niet politiek besproken. Dit is een aanzet die mijn administratie heeft gedaan, samen ook uit bevragingen, gesproken met een aantal universiteiten, wetenschappers, met een 65-tal landbouwers, de MINA-raad enzovoorts. En dan hebben zij een aanzet gemaakt van hoe gaan we daarmee om? Want u moet ook weten
weten, heel het verhaal rond mestactie en het zuiver maken van onze rivieren en beekjes, is ook al een verhaal dat 20 jaar teruggaat. En u moet weten, we hebben 6 mestactieplannen gehad en slechts 1 van de 195 rivieren en beekjes in Vlaanderen is in orde. Dus we hebben een eerste aanzet gedaan. De bedoeling was om daar in overleg te gaan. We hebben een eerste overleg nog maar pas gehad. En zeggen zij, dat was geen overleg. We hebben die tekst gekregen en we hebben amper 10 dagen de tijd om daarop te reageren. Ja, binnen 10 dagen komen we bijeen. De bedoeling is dat zowel landbouworganisaties als ook natuur- en milieuorganisaties hun opmerkingen geven. Dit is maar een eerste aanzet. Dit is niet van te nemen of te laten. Nee, ik sta open voor de discussie. En ik wil het ook samen met hen voeren. Maar u weet ook dat dit voor hen een bom is, natuurlijk. Hè? Bijvoorbeeld akkers die langs water lopen, daar moet 6 meter breed een teeltvrije zone komen. Telen na 1 september van aardappelen en groenten wordt moeilijker. Als dit de begintekst is, is dat natuurlijk wel voor veel van die mensen een bom. Ja, het is er een bom van gemaakt, als ik in de krant lees. Maar als die dat lezen, dat is toch... Ja, maar dit is heel duidelijk georganiseerd, een aanval om het dossier in de diepvries te steken en ook om mensen bang te maken. Maar we hebben intussen ook de tekst gekregen. Wat in de tijd staat, staat daar wel effectief allemaal in, hè? Ja, dat is ook een eerste aanzet. Dit is een eerste aanzet die we hebben gedaan aan de hand van heel wat bevragingen, heel wat gesprekken. Maar voor mij is dit de tekst is waar u zelf, als het van u afhangt, dat er moet in deze wereld geen overleg zijn. Dit is eigenlijk wat u zou willen doen. Nee, dit is een tekst waarvan dat ik weet van kijk, wij moeten een overleg gaan met landbouworganisaties, wij moeten een overleg gaan met natuurorganisaties. En dan weten we ook altijd dat vanuit een overleg heel wat amendementen komen, dat we de teksten gaan bijsturen. En dat is ook mijn boodschap van kijk, laten we met z'n allen die verantwoordelijkheid nemen. Dus eerst de forsing voeren om dan een beetje te kunnen teruggeven. Ik wil het overleg plaatsvinden. Het laatste wat ik wil doen, is bangmakerij en zeggen dat we een revolutie gaan bepleiten waar we geen aardappels en geen frieten meer gaan eten. Dat willen we niet. En daar wil ik ook heel duidelijk over zijn. Okay. Want dat is zowel het beeld dat men heeft willen creëren. Dat is inderdaad zo. De landbouwers zijn bang, maar de agro-industrie, die met name in West-Vlaanderen heel belangrijk en heel sterk is, die maakt zich ook zorgen. En we hebben nu Christoffer Meulen aan de lijn, CEO van beroepsvereniging Belgapom en nog niet zo lang geleden, misschien belangrijk om te vermelden, kandidaat-voorzitter bij CD&V. Meneer Vermeulen, hadden jullie weet van dit plan? We hadden het ergens voelen aankomen. Want we zijn al als een tijdje onszelf aan het voorbereiden. Wij hebben zelf het initiatief genomen vanuit de verwerking. Een beetje atypisch om ook samen te werken met de verschillende actoren binnen de agrovoedingssector om zelf met alternatieven te komen. Want we wisten dat het kabinet omgeving bezig was. En we hoorden daar niks van en het bleef daar enorm stil. Dus we dachten dat er een bommetje ging komen. En het is uiteindelijk zelfs een atoombom gebleken. U hebt de tekst intussen, neem ik aan, ook zelf gezien. Waar zit de atoombom? De atoombom zit hem in het feit dat er 507.000 hectare paars zal worden ingekleurd. Dat zegt u op zich niet veel, maar dat komt er eigenlijk op neer dat er de facto 80% van de aardappelteelt niet meer zal kunnen volgens de plannen van mevrouw De Mier. Dat wil dus zeggen dat we van kleine 100.000 hectare naar een kleine 20.000 hectare gaan. En dat komt eigenlijk neer op een doodgraven van een enorm succesvolle verwerkende industrie, inclusief de frietcultuur in ons land. Want we zullen gewoon niet genoeg aardappelen meer kunnen of mogen oogsten. Sammy Mehdi, voorzitter van CD&V, die zei gisteren dit wordt inderdaad de doodsteek voor onze frietcultuur. Ja, hij heeft daar zelf een quoteje gelanceerd, waarvoor ik hem dankbaar ben. Maar hij heeft gelijk, hè. Hij heeft absoluut gelijk. Wij zitten met de laatste 30 jaar zijn wij wereldleider geworden in de export en de verwerking van aardappelen. Mevrouw Demiers, minister Demiers, ambtgenoot, minister Jan Bon, heeft vorige week donderdag een nieuwe fabriek van Avico in Poperingen geopend met veel poeha. En verklaart dat men zo content is met de welvaartscreatie en de werkgelegenheid. En een week nadien krijgen we eigenlijk een tekst voor onze smikkel waarin de deur wordt toegedaan van diezelfde fabriek. Mevrouw De Mier, die zegt, dit is een begintekst, er kan gepraat worden. Heel kort, hoe zou zij in uw ogen die atoombom kunnen ontmijnen? Wel, ze had het eerst en vooral een klein beetje kunnen doen. Want kijk, ik ben een grote fan van doortastende politiek. En ik begrijp wat ze wil doen.
En ik begrijp dat ze wil gaan voor betere waterkwaliteit. Maar er is een verschil tussen doortastend zijn en roekeloos zijn. En dit is volgens mij roekeloos met de voeten vooruit. En er is ook een verschil tussen bepaalde dingen nastreven, zoals een betere waterkwaliteit, waar we allemaal voorstander voor zijn, en zich wegstoppen achter Europese regels. Want Europa stelt bepaalde doelstellingen voorop. Oké, minder nitrieten, inderdaad, fantastisch. Maar hoe we dit kunnen doen, dat kan enkel gebeuren door overleg. En door zo'n tekst op te maken, met de commissie te gaan onderhandelen, en tegen niemand niks te zeggen en dan te droppen, is eigenlijk een ongelooflijk gebrek aan respect. Dus ik moet zeggen, de openingszet van mevrouw Demir is alvast volledig mislukt. Ik hoor het haar graag zeggen, dat we nog kunnen babbelen en we zijn zeker bereid en we willen mee aan tafel om te babbelen. Want de verwerkende industrie en de frietindustrie heeft hier zeker een stem en een belang in. En trouwens niet alleen de frietindustrie, de volle grondsgroenten en de diepvriesgroentenindustrie verliest ook miljoenen. Dat gaat over een omzet van 3 miljard euro in totaal. Oké, meneer Vermeulen, dat is duidelijk genoteerd. Dank u wel voor die tussenkomst. Ja, een roekeloze voorzet, ondoordacht. Bijzonder harde woorden, hè, als u nu nog moet aan tafel gaan. Ja, dat zijn heel harde woorden. Het verbaast mij ook niet. Meneer Vermeulen was inderdaad kandidaat voorzitter voor de CD&V. En uiteraard, hij heeft gereageerd. De CD&V-voorzitter heeft ook heel duidelijk gereageerd. Coalitiepartner CD&V. Inderdaad, coalitiepartner ook. En het is heel gemakkelijk om, ik weet niet van welke hoek dat het komt, om eerst een georganiseerde aanval te doen in de krant en dan te zeggen dat ik roekeloos ben. Nee, ik wil wel. Maar de gevolgen zijn wel natuurlijk de gevolgen, van 100.000 naar 20.000 hectare. Als dat de eerste beginzet is, dan kan je wel nog wat gaan discussiëren, maar het verlies zal sowieso pertinent zijn. Ja, maar dat is niet waar we naartoe willen gaan. Dit is een eerste aanzet. En het is nu de bedoeling ook. We hebben een eerste bespreking gehad en ik sta open voor alle amendementen, voor alle tekstaanwijzingen, zolang dat we de doelstelling ook kunnen bereiken. Maar bent u bereid dan tot halfweg te gaan? Maar 20 jaar geleden, bij het eerste mestactieplan, toen, u moet dat nog eens nakijken, toen werd exact hetzelfde gezegd. Heel onze landbouw gaat kapot. En dat is niet wat we willen. Want ik weet dat heel veel landbouwers wel bezig zijn met een omgeving. En ik geloof daar ook hard in dat we de komende weken en maanden tijdens dat overleg tot een vergelijk zullen kunnen komen. Dan gaat u wel uw coalitiepartners moeten meekrijgen, want toen ik opmerkte dat meneer Vermeulen en Sami Mehdi dezelfde bewoordingen gebruikten, zei u uiteraard. Maar er was ook de tweet van Gwendoline Rutten van Open VLD, die overigens geretweet is door haar voorzitter Egbert Lagaard. Patat, weg met de Vlaamse aardappel, eigen groentekweek en verwerking gaan op de schop, los uit de heup, zonder overleg de hele sector eraan. Dan denk ik dat u met een politiek probleem zit. Nee, diegene die dit gelekt heeft, heeft dat duidelijk gedaan met de bedoeling om alles te torpederen en vooral ook niks te doen. Maar men zegt ook dat ik het voorstel heb overlegd met de Europese Commissie. Nee, de Europese Commissie houdt ons in het vizier. En we zijn moeten gaan voelen van oké, wat zijn de grenzen? Hoe ver moeten we eigenlijk gaan om die doelstelling te bereiken? Maar daar is met de Europese Commissie niet gezegd van dit is het. Maar wel die grenzen aftoetsen. En dat is ook wat we nu gaan doen. Maar beweren en zeggen dat we geen frieten meer kunnen gaan eten, dat we geen aardappelteelt gaan kunnen doen, dat is niet mijn bedoeling. Ja. En daar wil ik ook heel duidelijk over zijn. Dat snap ik. En u zegt dat was niet de bedoeling en het is nu gelekt. Maar bon, het is nu gelekt. Het is er. Ze zijn kwaad. De CD&V is kwaad. Die waren al kwaad over stikstof en Ventilus. Gwendoline Rutte moeit zich ook in het stikstofdossier en staat ook niet volledig aan uw kant. U zit toch met een politiek probleem, gewild of niet, maar het ligt toch zo op tafel? Het gaat hier niet over het feit dat ik met een politiek probleem zit, maar het gaat wel over grote problemen. Over stikstof gaat het over het feit of dat we een vergunningstop kunnen tegenhouden. We hebben al een energiecrisis, om daar bovenop ook nog een vergunningstop te hebben, waar dat er niks meer kan bijkomen van KMO's en noem maar op. Dat is een probleem. Als we Ventilus niet kunnen oplossen, dan betekent dat we die energie van zee niet naar het land kunnen brengen. Dat is een probleem. Met het mestactieplan. Dus je kan niet zeggen, vind ik, als voorzitter of als wij zijn tegen al deze dossiers. Nee, van ons wordt verwacht dat we dit oplossen. En met stikstof zijn we daarin geslaagd om een evenwichtig akkoord te vinden. En ik geloof daar heel hard in dat we dat ook met Ventilus en ook met mestactieplan doen. Mag ik het omdraaien? Wat vraagt u dan van uw coalitiepartners?
om het overleg eerst echt wel een plaats te geven. Ik vind dat bijzonder belangrijk, want ik denk dat ik ongeveer wel weet wat dat voor de landbouworganisaties van belang is, wat dat voor natuur- en milieuorganisaties belangrijk is. Laat dat overleg plaatsvinden. En niet saboteren. En niet saboteren. En daarmee dat ik het wel enorm, enorm betreur dat men dit eigenlijk heel bewust gelekt heeft om dat overleg eigenlijk geen plaats te vinden. En ik ben daarvan overtuigd dat ook de landbouworganisaties hun verantwoordelijkheid willen nemen. En uiteindelijk zullen ze zo'n vergelijk komen. En daarna is het aan de politiek. Ja. Want maar u zegt nu, we hadden voor stikstof een akkoord. Maar Van der Rutte heeft al duidelijk gezegd, als er geen aanpassingen komen, dan gaan we dat niet steunen. Ook CD&V niet. U hebt denk ik niet meer een akkoord. De lijn in de regering is wel heel duidelijk. We hebben een akkoord. Er is een openbaar onderzoek. Wij zijn nu al die bezwaren aan het bekijken. En die zullen we binnen dit en een aantal weken kunnen verwerken. En dan zal dat politiek bekeken worden. En als er effectief uit die bezwaren blijkt dat er een gigantisch groot probleem is, dan zal dat terug besproken worden. Maar daarvoor dient natuurlijk het openbaar onderzoek. Er is sinds van de week een arrest waarin volgens de Boerenbond blijkt dat u de landbouw niet harder mag aanpakken qua stikstof dan de industrie. Dat ondergraaft de basis van de aanpak. Staat niet in het arrest. Nee. Ik heb dat ook gelezen. Iedereen leest dat natuurlijk op zijn eigen manier. Dat staat niet in het arrest. In het arrest staat heel duidelijk dat de instructie die we hebben gemaakt, dat die oké is. En dat je inderdaad elke vergunning moet aftoetsen aan de omgeving, aan de milieueffecten die daar zijn. Okay. Dus men moet ook een arrest willen lezen zoals wat daarin staat. Maar er volgen denk ik toch nog wel pittige onderhandelingen en ook politieke discussies binnen de meerderheid. Dank u wel, mevrouw Demir. Ja, en dan keren we terug naar de verkrachtingszaak aan de KUL, waar we dit gesprek mee begonnen zijn. Rector Sels die kreeg eerst veel kritiek op zijn aanpak, maar hij kreeg wel bijval van het slachtoffer zelf en van de regeringscommissaris. En Luc Sels die kwam zich donderdag verdedigen in de ochtend op Radio 1. Dus de reden waarom het zo prioritair staat op onze agenda al vele jaren, dat is het er in universiteiten. En daar zijn we niet alleen in, voor alle duidelijkheid. Maar heb je wel een heel krachtige afhankelijkheidsrelatie die heel veel waakzaamheid met heel veel jonge mensen. Heel veel sociale controle. Ja. De drempel om te melden wordt na deze week weer wat hoger voor heel wat slachtoffers. We hebben zondag meteen een communicatie opgesteld die in de loop van de dag naar alle studenten en alle personeelsleden, dat is een gemeenschap van 80.000 mensen, verstuurd is. Ja, met een volledige verduidelijking van waarom gehandeld is in deze zaak zoals wij gehandeld hebben. Ik zit in een onmogelijke situatie. Ik ben rector, ik ben rechter en ik ben tegelijkertijd ook nog eens, dat is wat de buitenwereld dan verwacht, woordvoerder van de universiteit. Die drie kan je niet samenbrengen. Wij werken altijd vanuit het vol respect en in bescherming van slachtoffers. En zeker als een slachtoffer discretie vraagt, dan vind ik dat onwaarschijnlijk belangrijk. Een slachtoffer is hier opnieuw slachtoffer deze week. Ja, is het slachtoffer weer om het slachtoffer geworden na deze week? Dat is een vraag hier voor drie academische koppen aan onze tafel. Karen Seelis, professor politicologie en ook coördinator van het gelijkheidsbeleid aan de VUB, waarbij u dan de rector daarin adviseert. Maaika de Keijzer, docent geschiedenis, professor geschiedenis en ook fractievoorzitter van het ABVV aan die KU Leuven. En Jesse Segers, rector van CIO, een universitair interuniversitair centrum voor veranderings- en organisatiekunde in Nederland en gespecialiseerd in leiderschap. Voor alle duidelijkheid, we hadden ook gevraagd aan de rectoren zelf van de KU Leuven, de VUB, maar ook UGent en U Antwerpen om aanwezig te zijn, maar ze konden niet of ze wilden liever niet deelnemen aan dit gesprek. Goed, is het slachtoffer weerom het slachtoffer geworden, professor Seelis? Kijk, dat is een dubbel verhaal. Het is heel belangrijk dat we dit maatschappelijk debat blijven voeren. Hè? En we moeten dat inderdaad in volle respect doen voor de slachtoffers en zorgen dat er niet een derde keer geslachtofferd wordt. Hè? Eerst de feiten, de tweede ronde van slachtoffers tijdens de procedure en dan nog eens in de media. He, dus dat moeten we ten allen tijde zien te vermijden. Maar we moeten wel het maatschappelijke debat voeren. Wat mevrouw Demir vroeg. Ja, dat moeten we zeker blijven doen. Want wat is een heel belangrijke stuwende factor in de veranderingen die we nu zien in onze universiteiten? Dat is net dat maatschappelijke debat dat publiek gevoerd wordt. Dat ook binnenkamers gevoerd wordt in de gangen van de universiteit. Ja. Dit is een heel levendig debat. Nochtans, en dat stuwt. Ja, nochtans
ik hoorde dan ook wel weer zeggen, de professor, de rector zelfs, Luc Sels, die zegt, ja, dit heeft eigenlijk net weer het aantal meldingen doen teruglopen. Dit doet de zaak echt geen goed, professor De Keyser. Ja, ik vind het ook zeer jammer dat er commotie nu moet uitbreken rond dit dossier. Idealiter had dat niet gebeurd, maar ik ben het wel eens. Ik vind moest dat uitbreken? Eigenlijk misschien niet, maar het is nu gebeurd en daar kunnen we niet rond. En kan het dan zijn dat het wel een negatieve impact heeft en dat mensen net toe terugdeinzen in plaats van aanmoedigt? Ja, misschien op zeer korte termijn, maar ik hoop dat als dat maatschappelijk debat kan plaatsvinden en als we nu echt goede maatregelen kunnen nemen om een beter tuchtreglement en zo verder in voegen te doen komen aan alle universiteiten, dat we dan net wel weer terug dat vertrouwen kunnen creëren. En dus daarom denk ik inderdaad dat we echt dat debat moeten voeren, los van deze individuele casus, om de sereniteit daar wel bij te behouden. Professor Segers, de rector is zeer zwaar onder vuur gekomen voor zijn aanpak. Het slachtoffer heeft hem dan gelijk gegeven, de regeringscommissaris ook. U bent specialist leiderschap, hè? Denkt u dat hij het wel goed heeft aangepakt, dat de universiteit het goed heeft aangepakt? In mijn beleving wel. Ik denk dat hij ook heel duidelijk aangeeft dat hij in een onmogelijke positie zit. Mm-hmm. Wat trouwens voor veel leiders aan de top geldt, dat er tegenstrijdige verwachtingen zijn en dat je, als je het ene vervult, namelijk de discretie, dan roepen ze om transparantie in deze casus. En ook de tuchtinstantie tegelijk, hè? En de tuchtinstantie. Dus, misschien moet dat gewoon dan aangepakt. Als en het grote en dat moet ook aangepakt worden. En dat is iets wat hij ook aangegeven heeft, van dit moet anders. Van wat ik begrijp, hebben ze het ook al anders kunnen regelen op niveau van de studenten. En dus ze zijn er effectief mee bezig. Maar er is altijd dat ingewikkelde. Langs de ene kant, en dat is terecht, hè, komt hier aandacht voor een situatie die we in de toekomst anders willen voor de hele groep. En het interview gaat dan over het verleden tot nu, over een individu. En daar zit spanning op tussen die twee dingen. En, ja, maar je kan natuurlijk vanuit het verleden leren voor de toekomst. Een van die dingen die altijd terugkomt, is ook dat spanningsveld tussen, ja, maar met anonieme klachten kunnen we onvoldoende aan de slag, versus slachtoffers die misschien die drempel om echt formeel klachten gaan indienen, professor Seelis, te groot vinden. Sommigen zeggen, ja, maar je kan ook met anonieme klachten aan de gang. Je moet niet wachten tot die finale stap is gezet. Ja, en dat is dat derde meldersprincipe dat wij toepassen. Hè? Dus dat je een aantal meldingen gaat bekijken van zodra dat je daar structuren in gaat ontdekken, dat je dan toch echt stappen gaat ondernemen. Dus je hoeft niet te wachten tot die ene formele klacht. Kijk, je bent als instelling verantwoordelijk voor het welzijn en de veiligheid van je studenten, van je medewerkers op campus. En die verantwoordelijkheid moet je als instelling ten allen tijde kunnen nemen. En dat kan blijkbaar ook. De welzijnswet zou dat toelaten. Dus eigenlijk, professor De Keyser, universiteiten kunnen zich daar niet achter verstoppen van ja, dat waren anonieme klachten, wat moesten we dat mee? Dat waren geruchten. Het is natuurlijk wel moeilijker, hè, wanneer het anonieme klachten zijn. Dat staat gewoon als paal boven water. Maar inderdaad, ze kunnen zich daar niet achter verstoppen, omdat als een slachtoffer confidentialiteit eist, dan is het een recht en dan moeten we dat respecteren. Maar als je natuurlijk hoort dat er al keer op keer mensen zaken komen melden waar inderdaad een universiteit eigenlijk van zou moeten zeggen als decaan, als programmadirecteur enzovoort, vinden we dat dit niet kan plaatsvinden, dan kan je al ingrijpen. En inderdaad, nog zou je vermoedelijke daders moeten kunnen op een of andere manier aanspreken, voor hun verantwoordelijkheid plaatsen, daarmee confronteren. Ja, en nu zien we dat inderdaad aan het veranderen is, maar dat is eigenlijk pas bespreekbaar geworden sinds de vorige commotie van de Pano-reportage. De Pano-reportage, goed dat u het aanmerkt, want wij hebben een fragment klaar. Gaat over een andere case die ook deze week in het nieuws kwam, hè, over een inspanningsfysioloog aan de KU Leuven, waar al heel lang klachten over waren. Volgens mij wordt daar bijzonder weinig mee gedaan. De KU Leuven is bijna een beschutte werkplaats voor dat soort personen, denk ik. In die privé zou dat niet kunnen, hè? En het is niet dat er één iemand een klacht heeft ingediend. Het gaat over vele mensen. Er wordt echt een hand boven zijn hoofd gehouden. Of dat gevoel hebben we toch? En ik vind dat gewoon schrijnend dat je als instelling iemand hebt die daar gewoon 20 jaar kan zegevieren en dat je er gelijk niet in slaagt als eigen instelling om daar met je eigen tuchtrecht iets aan te doen. Ja, tot van de week. Toen kwam het nieuws dat er blijkbaar wel kon ingegrepen worden. Gek, toch?
Ik weet niet of dat gek is. Ze hebben die tuchtprocedure laten lopen. Voor alle helderheid, die panoreportage heeft druk gezet. En dat is denk ik ook een van de leiderschapsrollen van de media, om aandacht op iets te zetten. En dan kunnen we weer naar de verandering duwen. Dus je moet dan maar hopen dat de media daar eens een pano over maakt. Ja, dat mogen we hopen. En tegelijkertijd zit je natuurlijk met een veranderende beweging in de maatschappij. Die panoreportage komt er ook maar omdat er normen aan het verschuiven zijn rond bepaalde waarden, zoals respect, en wat we echt niet meer tolereren. En daardoor ontstaat dat. En dat gebeurt in elke organisatie, dat die buitenwereld aan het veranderen is en dat die organisaties dan benen bij moeten trekken. Dat gebeurt ook in de private organisatie. En dat zijn de universiteiten op dit ogenblik aan een razend tempo aan het doen, trager dan dat we soms zouden willen, maar wel gegeven de complexiteit die er is. Zou het sneller moeten nog? Ja. En ingrijpender? Sneller en ingrijpender, volgens ons, ja, inderdaad. Omdat sneller, ja, dat kan altijd, maar tot daaraan toe. Maar er zijn nog een aantal pistes die ze niet willen bewandelen. En dat vinden we wel jammer. Dus veel meer die machtsstructuren waar daar sprake over is. Universiteiten zullen altijd wel een beetje hiërarchisch zijn. Maar om toch een aantal van die zeer sterke hiërarchische structuren aan te pakken, dat zou belangrijk zijn. Ten tweede, veel meer de slachtoffers gaan beschermen. Want eens dat je een formele klacht indient, dan ben je al wel beschermd voor de wet op een aantal vlakken. Maar toch, iemand, een doctoraatstudent of een studente die tegen een promotor ageert, academisch komen die vaak in een vacuüm te staan. Die begeleiding die stopt, die staan soms heel geïsoleerd. Geef die een nieuwe promotor. Laat die naar een andere onderzoeksgroep gaan. Dat is belangrijk. Bescherm de melders, de slachtoffers, sterker dan de daders. Dat is toch een dat klinkt bijna toch als een evidentie als je als doctoraatstudent inderdaad klacht neerlegt tegen je promotor, dat men voor jou ook een oplossing zoekt en niet alleen de klacht onderzoekt. Ja, zeker en vast. En ik wil ook heel erg de nadruk leggen op dat we ook moeten vermijden dat het zo ver komt. We moeten veel sterker inzetten, en dat proberen we nu aan de VUB ook te doen, in te zetten op dat preventief beleid. Opleidingen geven van wat is grensoverschrijdend gedrag? Hoe weet men dat nog altijd niet? Kijk, het is echt een complexe materie, hoor. Die eerste signalen vatten, want die moet je gaan capteren en meteen op gaan ageren. Je moet leiders hebben binnen je instelling die dat goed kunnen ook. Hè. Dit vergt communicatieskills en doortastend optreden, empathisch leiderschap. Hè. Al die zaken moet je in het gestel brengen. Hè. Dus u vraagt dan van, ja, gaat het snel genoeg? Dit soort cultuurverandering, hè, dat zet je stapje voor stapje. En je moet daar structurele zaken voor in het gestel waar brengen. Waar men wel gaat, sneller ging, is bij de studenten. Hè, we zagen ook, hè, Sanda Dia, jammer genoeg, hè, als grote verhaal. Afgelopen jaren, daar werd wel sneller ingegrepen. Maar ook dan zien we dat het ook nog altijd kan fout lopen. Sacha Salau, hè, vertrouwenspersoon bij de Solvay studentenclub aan de VUB. Goedemorgen. Dat kwam ook in het nieuws van de week. Een verkrachtingszaak die daar zou plaatsgevonden hebben. Weet u ondertussen al wat meer over wat er eventueel daar is fout gelopen? Ja, iedereen wordt daar een beetje in het gewissen gelaten. Dus daar is heel weinig informatie over. Maar we zijn het er allemaal over eens. Als dat onderzoek ten goede komt, ja, dan leggen we ons daarbij neer. Uiteindelijk is dat het belangrijkste, dat de slachtoffers geholpen worden, dat zij antwoorden krijgen en dat er een onderzoek naar is. En de rest, dat komt dan wel later. Ja. Jij bent vertrouwenspersoon. Was dit verhaal tot bij jou gekomen? Had men vertrouwen in de vertrouwenspersoon van Solvay om dit aan te kaarten? Aangezien dat wij niet exact weten over wat het allemaal gaat, zou ik daar echt geen antwoord op kunnen geven. Er zijn wel al verschillende zaken bij mij geweest over van alles en nog wat. Dat kan van kleine dingen gaan tot grote zaken. Het belangrijkste is daar in mijn ogen altijd wat heeft het slachtoffer nodig op dat moment en later. Want ze kunnen altijd van mening veranderen op lange termijn. En dan moet dat ook. Ja. Je zou natuurlijk kunnen zeggen, want je bent ook lid natuurlijk van die studentenclub. Je bent anderzijds ook de vertrouwenspersoon. Wekt dat wel voldoende vertrouwen om bij jou te komen? Daarom niet, hè, jou als individu, maar natuurlijk het gegeven dat de vertrouwenspersoon misschien ook bevriend is met al de anderen in die studentenclub. Ja, ik denk dat dat een moeilijk onderwerp is. We hebben dat wel heel hard bekeken voordat we het kader rond vertrouwenspersonen gecreëerd hebben op de VUB. Het is daar belangrijk. Er zijn sowieso meerdere vertrouwenspersonen binnen een vereniging. Liefst zo divers mogelijk, zodat je toch bij iemand terecht kunt waar je vertrouwen in hebt.
Maar het is ook wel zo dat... Allez, we zijn ons er ook van bewust, inderdaad, als je kijkt naar een vereniging, dat zijn allemaal vrienden, dat is een beetje een familie. Er zijn ook vertrouwenspersonen daarbuiten. Er is ook een algemene vertrouwenspersoon buiten de vereniging en op de VUB, waar je dan ook altijd terecht kunt. Oké. Er zit een kleine krak op de lijn, dus ik ga u van uw zondag verder laten genieten. Maar toch, dank je wel om ons even te woord te staan. Ja, we horen in de twee gevallen, zowel bij de studenten als bij de proffen, eigenlijk gelijkaardige dingen. Er is misschien niet altijd voldoende vertrouwen in de interne vertrouwenspersoon, maar die interne vertrouwenspersonen die kunnen ook makkelijk onder druk gezet worden door de hiërarchie. Is de oplossing eigenlijk niet eindelijk dat externe, onafhankelijke meldpunt? De oplossing, wij zijn voor een extern meldpunt. Hè. Daar kunnen we duidelijk over zijn, maar het is een in-in-verhaal. Hè. Je moet in een nieuwe deontologische code... en beter interne netwerken hebben. Mm-hmm. En dan ook nog, want inderdaad, hoe meer punten waar je je potentieel veilig bij voelt om het te melden en een extra instituut om meer controle te geven, dat is in onze overtuiging echt wel... Dit ligt al langer op tafel. Ik denk dat mevrouw Krevits als minister van Onderwijs het voor het eerst al had geopperd. Waarom waren de universiteiten daar altijd zo weigerachtig tegen? Want ze wilden dat toch uiteindelijk altijd liever niet. Ze wilden het wel. Ook, hè, want dat is duidelijk geworden uit heel wat gesprekken en onderzoeken. Het is die veelheid aan kanalen dat je nodig hebt. En belangrijker dan intern-extern is de vraag, is het onafhankelijk? Ja. Eén. En is het toegankelijk? Twee. En dat is de puzzel die gelegd moet worden. En ik denk dat we inderdaad wel stilaan aan het evolueren zijn naar het verhogen van die onafhankelijkheid van die meldpunten. In de instelling. Mm. Daarmee dan... zegt u dat ze nu niet volledig onafhankelijk zijn. Toch wel. Maar daar was vraag naar om die te gaan verhogen. Kunnen we leren uit Nederland? Is het daar anders geregeld? In Nederland heb je sowieso wel meer een traditie waarin professoren... Het maakt zelfs niet uit van waar je komt. Ik heb collega's die aan topuniversiteiten in Amerika hebben lesgegeven, die dan in Nederland komen lesgeven en waar dat hele universiteit zegt, je hebt wel topscores in Amerika, maar je moet hier wel een opleiding. Hoe geven wij hier les? Mm-hmm. Volgen. Dat is echt typisch Nederland. Dus die preventieve, want dat is een vorm van preventie op dat vlak, dat doen zij meer. Dat wordt nu ook al gedaan aan de VUB, begrijp ik. Dus daar kunnen we iets uit leren. Ik wil wel even de toevoeging eraan brengen dat het niet voldoende is om enkel aan uw structuren en uw beleid te werken. Ja, want studenten hebben ook een charter en het loopt ook al eens fout. Ja, en dat is dat noodzakelijk? Ja, dat is noodzakelijk. Dat is een essentiële, maar niet voldoende voorwaarde willen we hier stappen in blijven nemen. Je hebt in Nederland, zeggen ze, alles is met water in Nederland, dus dan noemen ze werken aan de bovenstroom. Maar je moet ook werken aan de onderstroom. En dat gaat natuurlijk over een cultuur, over waarden, over gedragswijzing. Als u vraagt, van, hebben ze dat nog altijd niet begrepen? Ja, daar moet ook een dialoog over ontstaan. Wat verstaan wij nu? Want het is niet omdat je iets op papier zet, papier is nogal gewillig, dat dat dan ook geïmplementeerd geraakt. Ze moeten zich gaan heruitvinden. En dat is gewoon een traag proces. Dat kun je niet zo snel veranderen. Als we dit nog eventjes wat ruimer trekken. We zijn dit gesprek begonnen met de vraag, is de drempel voor slachtoffers nu hoger geworden? Je zou je ook de vraag kunnen stellen, bewijst dit niet dat #MeToo begint te werken? Het wordt gemeld, het wordt bestraft? Of is dat te positief? Ik ben heel blij dat een aantal mensen inderdaad de weg vinden. Maar die barrière was altijd al heel hoog en die is nog steeds te hoog. En ik hoop dat het positieve uit dit verhaal is dat we hier nu echt iets aan gaan doen, echt fundamentele stappen durven zetten en die barrière echt nog wat naar beneden krijgen. Een serieus stuk. Ja, want we zijn, Lieven merkte het op van de week, 5 jaar na het begin van de #MeToo. Hebt u wel het gevoel dat op 5 jaar toch iets veranderd is? Want als je dit dan weer hoort, dan denk je, well, dat is gewoon same old, same old. Er is een zeer, zeer cruciale shift gebeurd. Ten gevolge van MeToo en ten gevolge van... denk ik, allee, decennia feministische strijd hierover. En dat is dat de verantwoordelijkheid om te ageren bij de instellingen is gelegd. En dat is een onomkeerbare evolutie. En dat is hetgeen wat ik ook zie in de commotie naar aanleiding van de laatste cases. Het zijn de instellingen die ageren en de verantwoordelijkheid opnemen. Want de vraag is inderdaad terecht. Kunnen slachtoffers...
een melden, zijn zij daartoe bereid? Maar ik kijk vooral naar het feit dat die instellingen zich nu enorm aan het transformeren zijn om die meldingen te gaan capteren. En niet alleen meldingen. We hebben aan de universiteit nog tal van andere instrumenten om welzijn van medewerkers te capteren. We hebben bijvoorbeeld bevraging onder PhD-studenten, onder vorsters in zaken intimidatie. Al die zaken gaan wij kunnen gebruiken om aan die preventie te werken en te vermijden dat we op het punt komen dat er meldingen zijn, klachten, dat de tuchtcommissie moet samenkomen enzovoort. Dat is de shift die ik zie. En dat is een gevolg van MeToo en heel veel feministische strijd daarvoor. Ook in de kunsten en in de media. We hebben hier de zaak De Pauw gehad, gisteren Wanne Sienhaven. Nederland is die zaak rond The Voice Holland geweest. Absoluut. Het wordt naar buiten gebracht en het wordt bestraft. Ja, en dat is denk ik een positieve evolutie. En dat dat in deze sectoren als eerste naar buiten komt, is ook niet heel verrassend. Hè. Nee. Het gaat sowieso, dat zijn allemaal sectoren die onder andere te maken hebben met heel veel aanbod, met heel veel vraag en weinig aanbod. Hè. Er zijn heel veel... En dus veel afhankelijkheid van... Veel afhankelijkheid, dat is de definitie van onmacht. Hè. Ik heb jou minder, of macht, ik heb jou minder nodig dan de ander. Dus dat is al zoiets. Dus die arbeidskundigen, dat is een precaire situatie waarin dat zij zitten. Maar bijvoorbeeld als het dan ook over de kunsten gaat, we hebben ook Faberen en zo gehad. Ja. Dat gaat dan over het lichaam. Werken we met het lichaam als instrument? Ja, dat het, of topsport zal ook zo eentje zijn. Juist. Het gaat letterlijk over grenzen verleggen. Dat is ook in de wetenschap zo. Ja, en dan botsen we weer op verschuivende en andersoortige grenzen. Dat maakt dat tot taaie systemen. En dan heb je als leider altijd een delta tussen enerzijds de wenselijke wereld waar we het over moeten hebben en dan de werkelijke wereld uit het verleden. En daartussen probeert je een mogelijke wereld te creëren. En laten we natuurlijk niet vergeten, voor alle duidelijkheid, dat de professor van de verkrachtingszaak wel in beroep gaat. Ja. Dus wel nog altijd zijn onschuld in dit verhaal staande houdt. Dus ongetwijfeld zal dat nog wel terug in het nieuws opflakkeren. Maar ik jullie alle drie hartelijk danken. Ja. Ons journaal van 1 uur heeft straks ook aandacht voor enkele dramatische gebeurtenissen in Somalië en Zuid-Korea. In Korea is een dag van nationale rouw afgekondigd nadat een Halloweenfeest helemaal uit de hand is gelopen. Het was de eerste grote massabijeenkomst na corona en er liepen honderdduizenden feestvierders in smalle steegjes van een uitgaansbuurt. Op een bepaald ogenblik ontstond paniek en daarbij raakten 151 mensen vertrappeld. Een twintigtal mensen vechten nog altijd voor hun leven in het ziekenhuis. En de Vlaming Laurent Marichal die was ooggetuige. Ik heb heel veel mensen gezien die met blauwe dekens bedekt waren. En ik hoopte dat die mensen misschien koud hadden en in aluminiumfolie bedekt waren, maar dat zijn inderdaad dodelijke slachtoffers geweest die in het midden van de straat tussen de duizenden mensen daar lagen. In Somalië in Oost-Afrika zijn al zeker 300 doden en 100 doden liever en 300 gewonden geteld na twee zelfmoordaanslagen. Twee bomauto's ontploften vlakbij een overheidsgebouw in het centrum van hoofdstad Mogadishu. De islamistische terreurorganisatie Al-Shabaab heeft ze opgeëist. Al-Shabaab pleegt geregeld aanslagen. De terreurorganisatie controleert grote delen van midden- en zuidelijk Somalië en probeert al 10 jaar lang de macht te grijpen in het land. Straks dus meer in het Journaal van 1. En wij hebben onder meer nog asiel en boeken op het programma. Goedemorgen, ik ben Stijn Baert. Ik ben altijd al de flinkste jongen van de klas geweest, dus ik ben al een uur op voorhand aanwezig voor de zevende dag bij de VRT. Maar kijk, gelukkig is er koffie. Tot straks. Hallo, ik ben Doreen. Ik ben jouw LTV-dichter en vooral ook bezig met Booktop. Ik ben nu nog op Booktopia voor een reportage van De Standaard, maar ik maak graag tijd vrij om te gast te zijn op de zevende dag. Tot later. Pa.
Zappa uit de nieuwe plaat Odyssee, de tiende intussen al van Zapmama. En wie Zapmama zegt, zegt Marie Doolne. Bonjour Marie. Bonjour. Odyssee, c'est votre dixième album. L'histoire de Zapmama a commencé il y a plus de 30 ans. Est-ce que c'est devenu un odyssée, un voyage avec des hauts et des bas? Bien sûr. La vie, comme elle est faite, avec tel un labyrinthe, on est face à des murs, on doit faire demi-tour, trouver une issue. Et c'est du haut de, j'ose dire mon âge, 58 maintenant. Je suis très contente de pouvoir offrir Odyssée, un album qui raconte, qui témoigne une vie remplie de hauts et de bas, en fait. C'est vraiment ça. Mais c'est une vie remplie. Ça, c'est la chose la plus importante, je pense. Oui. Oui, absolument. Il y a beaucoup de stars qui vous apprécient beaucoup. Il y a Stevie Wonder, Adele, Tom Cruise. Chez nous aussi, Stromae, par exemple, dit que vous êtes une des sources d'inspiration pour lui. Ça veut dire quand même, pendant ces 30 ans et plus, vous avez réussi à faire bouger une pierre, à trouver une voix résonante. Exactement. Avec un esprit artistique, il faut dépasser le cadre. Toujours aller voir plus loin. Et l'art me nourrit parce que la vie, des fois, comme les news, comme on les entend, sont très tristes. Et il faut des êtres pour balancer avec des énergies positives, raconter de belles histoires pour que la nouvelle génération puisse dire « Ah, ben, on va grandir dans un monde où les choses positives peuvent être. Oui. » Donc, c'est mon travail en tant qu'artiste. C'est aussi votre travail de créer ce que vous appelez le jazz afro-pien, afro-européen, oui. Un peu un pendant pour le jazz qu'on connaît de l'Amérique, le afro-american jazz. Est-ce qu'on fait parfois dans notre pays pas assez avec les histoires et les cultures qu'on a chez nous? Alors, justement, le jazz qui est instauré dans les conservatoires, dans les écoles et tout, je me suis dit, c'est fou ce qu'on a tout mis sur la culture américaine, or que nous avons une histoire incroyable. Belgo, Congo, c'est énorme cette histoire. Et culturellement, artistiquement, on n'en a pas assez sorti de choses. Et pourquoi est-ce que c'est comme ça, vous pensez? À mon avis, il y a trop de choses à cacher sur l'histoire congo-belge, mais on ne doit pas dépendre de ça pour être créatif, pour, de nouveau, avec mon esprit de maman, maternel, s'occuper de la génération qui doit grandir dans un monde où ils doivent être créatifs. Si on leur dit qu'il n'y a que des problèmes, ben, à quoi bon? Ils perdent un petit peu d'espoir. Et donc, moi, je trouve qu'il faudrait pouvoir ouvrir. Et maintenant, l'ULB, la VUB m'ont consulté en disant qu'il y a un programme afro-européen. Ah, très bien. Qui est mis en place sur, justement, permettre pas que aux blancs et aux noirs séparés d'accéder à une culture. De se retrouver. Voilà. Et sur le podium dans la musique. Construire à partir de cette communauté, en fait. Ouais. Pas à pas, c'est un album avec beaucoup de jeux de mots. Hein, aussi, pas à pas, ça veut dire pas à pas. Step by step. Step by step, un peu ce que Stromae aussi fait avec Papa Outé. Mm-hmm. Hein, c'est Papa Outé. Ouais. Est-ce que l'album, c'est des jeux de mots, pardon. C'est de la positivité, le vibe. C'est un petit cadeau dans... Comme vous l'avez déjà dit, un temps avec une guerre, une crise énergique et toutes choses pareilles. Oui. En fait, cet album a été composé pendant la pandémie. Et revenant de vie à New York pendant 10 années, je me suis dit, bon ben, je vais jouer avec les mots avec lesquels j'ai grandi, comme j'ai grandi avec la langue française. Donc, Adamo, Jean-Louis Daulne, mon frère, ont joué avec des mots. Moi, je suis plus mélodique, je suis plus musicale. J'aime jouer avec les scats. eux sont plus... la force de la langue française. Bon, ayant vécu dans le monde anglo-saxon, je n'ai pas approfondi la langue française aussi bien que mon frère et qu'Adamo. Et donc, c'est un plaisir de travailler avec eux pour enrichir Odyssée. C'est aussi un peu family affair, la musique chez vous, parce que l'année dernière, on avait votre fille ici, sur notre plateau, Kezaya, qui est aussi en train de chanter et de faire des choses très très jolie. Vous l'avez déjà dit, votre frère il a co-écrit à cet album. Il y a aussi votre fils, donc tout le monde dans la famille
est en train de faire de la musique chez vous? Oui, ben, on est 7, hein, nous, dans les enfants. Donc, il n'y a pas que des musiciens, mais beaucoup. Apparemment, c'est une évasion, un endroit où d'éducation, d'héritage culturel, côté belge comme côté en congolais, il y avait de la musique. Côté belge, c'était plutôt liturgique, classique. Et donc, j'ai eu ce bagage-là par le côté belge et le côté Congo, rumba, et le chant traditionnel par ma mère. Donc, c'est une richesse qu'il faut absolument amener et j'espère développer de plus belle des techniques vocales typiques congo-belge, afro-péenne, on va dire encore plus. Maintenant, il est temps de se mettre à la musique. Oui. Donc, Marie, the floor is yours, allez-y. Merci beaucoup de nous avoir rejoints ici ce matin. Merci beaucoup. Merci. En dus, Zap Mama, nog steeds heerlijke muziek als u het mij vraagt. En dat bewijst ook die nieuwe plaat Odyssee. Daaruit dus Pas à Pas, een nummer over durven dromen en durven doen. Positieve vibe dus hier op onze podium. Zap Mama. Tel un bon cocktail de gingembre ou un thé dépend de la saison. Pour réaliser ton rêve, faut te réveiller. Trouve le meilleur de toi, maman, toute de belles pensées. Pense positivité, yeah. Pense positivité, pense positivité, pense possibilité. Ne te prends pas trop la tête, vas-y, acte, faut bouger. Brise glace et ton père, tout peut arriver. Tout peut arriver désormais. Tout peut arriver. Télé. Tout peut arriver désormais. Tout peut arriver. C'est pas à pas. Dis oui. Réalise ton rêve. Pas à pas. Réalise pas à pas. Dis oui. Réalise ton rêve. Ne pense pas à ce que tu ne veux pas. Pense plutôt à ce dont tu rêves. Pense 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 à ce dont tu rêves. Tout peut arriver désormais. Tout peut arriver. Tout peut arriver désormais. Tout peut arriver. Pas à pas. Dis oui. Pas à pas. Dis oui. Pas à pas. Dis oui. Réalise ton rêve. Pas à pas. Pas à pas. Tout peut arriver désormais. Tout peut arriver. 12,27%. Zoveel duurder is het leven in ons land geworden op 1 jaar tijd. En ik ben intussen oud genoeg om het me te herinneren. Zo snel steeg de inflatie niet meer sinds de jaren 70. Ter zake collega Willem van Mullum trok met camera en microfoon naar de markt in Leuven, want ook de voedselprijzen stijgen nu pijlsnel. Het gaat over de inflatiecijfers. Over hoeveel duurder ons leven geworden is. Ja, dat is ik wil er niet aan denken. Nee? Nee. Het wordt al gemerkt. Bijvoorbeeld in de Alma is de VD van 4,5 naar 7 opgeslagen. Dat is toch wel een verschil. Veel mensen kopen op een andere manier aan. Kopen prijsbewuster. Vroeger namen ze al iets extra mee. Nu is dat meer voor het weekend. Voor het ogenblik is het goedkoper voor ons om een bereide maaltijd te kopen dan om vers te kopen. Het is heel gemakkelijk waar dat stopt. Van het moment dat de klant, de kleine klant, het niet meer kan betalen, dan stopt het. Voor u? Voor iedereen. Ja, zorgen over de inflatie op de markt van Leuven. Goedemiddag, arbeidseconoom Stijn Baart van de UGent. U bent ook lid van die indexcommissie. Hè? En toen de index vrijdag bekend werd gemaakt, twitterde u meteen: dit zijn de meest schokkende cijfers die ik ooit heb moeten goedkeuren. Hoezo?
Ja, u verwees daar juist naar 1975, zo lang is het geleden dat we dit hadden. Ik was nog niet geboren, laat staan dat ik in de indexcommissie zat. Nu, die 12,3% dat het leven nu duurder is dan een jaar geleden, dat is maar een cijfertje. Maar als we dat vergelijken met wat een normale inflatie is, dan is dat 2%. Dit is 6 keer zo hoog. Want misschien, voor we erop doorgaan, nog eens grafiek erbij halen. Ja. Want die 12,27 is op een jaar. En we vertrekken dus in oktober 2021. Toen was het al 4%, wat vrij hoog was. Mm-hmm. Maar toen is het geëxplodeerd. Ja, en dat is ook exact de reden waarom ik dit cijfer zo verontrustend vond. De afgelopen maanden waren we nog aan het vergelijken met jaren, met maanden vorig jaar, waar het leven nog normaal was qua levensduurte. Nu vergelijken we met oktober 2021, toen die inflatie al begon toe te nemen. Ja. En zelfs nu nemen we daar een recordsprong bovenop. Het is alsof dat je als een voetbalploeg steeds tegen mindere tegenstanders moet voetballen, maar steeds verliest, en dat nog met zwaardere cijfers. Het is voor iedereen intussen al maanden duidelijk dat energie daar een heel belangrijke rol in speelt. Maar ik denk dat het toch vrij nieuw is dat ook voedsel nu heel hard in prijs begint te stijgen. Ja, dat klopt. Die energie was er van in het begin bij. Nu, pas op, het is nog veel dat er op een maand is bijgekomen. Mm-hmm. Elektriciteit 12,5%, gas 23% op een maand erbij. Dat komt natuurlijk, de mensen horen de internationale prijzen die leveranciers betalen, die zijn aan het zakken. Maar dat wordt nu nog doorvertaald, die stijgende prijzen van de afgelopen maanden, in de nieuwe contracten. Dus de mensen voelen het nu, en dat zie je in de inflatiecijfers. Nu, je hebt gelijk, hè, er zijn andere dingen nu. Vlees, groenten en fruit, dat allemaal meer dan 4% is verduurd. En dat wil zeggen op één maand zoveel als 2 jaar normaal. Ja, kan het nog erger? Want in januari gaan ongeveer 1 miljoen werknemers in de privé een loonsopslag krijgen. Indexaanpassing van, naar we nu verwachten, 11,5%. Mm-hmm. Gaat dan die spiraal nog heviger aantrekken? Wel, men spreekt daar altijd over. De loonprijsspiraal. In ons land worden de lonen automatisch geïndexeerd. In januari voor veel sectoren een klap erbij. Momenteel zien we die loonprijsspiraal nog niet. We zien in de indexcommissie altijd een vergelijking met de buurlanden. En dan zien we dat bijvoorbeeld in Duitsland en in Nederland de lonen even sterk, of de prijzen beter, even sterk aan het stijgen zijn. Dus we zien ze nog niet. Nederland zelfs 17%. Ja, inderdaad. Dus het idee dat het bij ons zoveel sneller gaat, die inflatie, dat klopt voorlopig nog niet. Maar het kan natuurlijk zo zijn dat in januari, als een miljoen mensen plots hun loon enorm zien stijgen, de bedrijven plots veel hogere loonkosten krijgen, dat ze wel dan gaan doorrekenen en dat we dan dat vliegwiel van die loonprijsspiraal wel gaan zien. We gaan het zo meteen over die lonen en die automatische koppelingen nog hebben, maar laten we eens kijken of proberen in te schatten hoe dit verder zal verlopen. Mm-hmm. Het is inderdaad wel zo dat de gasprijzen, de elektriciteitsprijzen fel aan het dalen zijn. Hè. Mm-hmm. Kunnen we misschien hopen dat de spiraal doorbroken wordt op die manier? Dat is alleszins wat de Europese Centrale Bank en het Planbureau verwachten. Ze zeggen, er zijn nu goede redenen om te denken dat we op een piek zitten. Nu, eigenlijk zegt de Europese Centrale Bank dat wel al bijna een jaar het zal verbeteren, maar we zien constant dat die inflatie iets is zoals tandpasta. Eens uit de tube is het moeilijk om ze er nog terug in te krijgen. Dus, moeilijk in te schatten. Ja, we dus gaan het zien. En voor een stuk, die oorlog in Oekraïne, dat is onzeker. Tuurlijk. Die energieprijs krijgt men dat Europees onder controle. Ja, dat is zodanig onzeker dat die voorspellingen maken heel moeilijk is. Dus we moeten ook wel een beetje mild zijn voor die instanties die het de afgelopen maanden wat onderschat hebben. Wel, één daarvan is misschien de Europese Centrale Bank. Mm-hmm. Die krijgt wat kritiek, maar heeft natuurlijk ook van de week de rentevoeten weer met 0,75% opgetrokken. We zitten nu aan 1,5, dacht ik, officieel. Gaat dat invloed hebben? Wel, sommigen zeggen dat het moet nog sneller gaan, hè, die rente. En wat je daarmee eigenlijk doet, is de economie afkoelen. En voor een stuk een beetje. Lenen wordt duurder en dus gaan we minder lenen. Precies. En je ontwikkelt op die manier een beetje een recessie. Maar ik vind toch niet dat dat te snel moet gaan. Hè, want zo'n recessie zal inderdaad de prijzen wat doen dalen. De bedrijven moeten minder produceren, de mensen consumeren minder. Dus er is minder energie nodig. Maar langs de andere kant is het wel zo'n soort van medicijn waar je hoofdpijn mee overgaat, maar waar je tegelijkertijd diarree van krijgt. Want een recessie, dat wil zeggen minder vacatures, meer werkzoekenden, minder inkomsten voor de sociale zekerheid. Ja, dus is dat de remedie die we willen? Ik heb daar toch wel een beetje schrik van. Dat duimen voor die recessie doe ik zeker niet. Ook daar voorzichtig mee zijn. Laten we het dan inderdaad over die lonen en die automatische koppeling hebben. Hè. De gouverneur van de Nationale Bank heeft hier een paar weken geleden gezegd, er moet iets gebeuren. Mm-hmm. De regering wil daar voorlopig niet aan raken. Is dat houdbaar, denkt u?
Wel, voorlopig staat er eigenlijk een kaarthuisje van twee kaarten. Hè. Je hebt langs de ene kant de automatische indexering, maar dat wordt gestut door de loonwet van 96, die ervoor zorgt dat onze lonen wel stijgen, maar dat we ervoor zorgen dat het niet sneller gaat dan de buurlanden. Dit zal betekenen... De vakbonden noemen dat zelfs schommelsoftware. Hè? Ja, maar ik ben het daar niet mee eens, hè, want uiteindelijk die loonwet die zorgt ervoor dat, ondanks dat onze lonen vasthangen aan de index, dat het hier niet sneller gaat dan in het buitenland, of wanneer het sneller gaat, de loonontwikkeling, zoals nu, dat we dat de volgende jaren zullen compenseren. Ja. En dat is natuurlijk het probleem voor de vakbonden, dat we de komende jaren die sterkere stijging bij ons zullen moeten compenseren, dat er eigenlijk 0,0 loonstijging bovenop de index in zit. Dat denkt u ook, want minister Van Petegem, vicepremier, minister van Financiën, heeft dat een paar weken geleden al gezegd. Er is 0,0% ruimte voor loonsverhoging bovenop de indexkoppeling. Zelfs PS-voorzitter Paul Magnet zei dat gisteren in De Tijd, bijna met zoveel woorden. Dat is dus de boodschap voor de vakbonden. Ja, ik denk dat het ook belangrijk is. Hè. Dus die loonwet zorgt ervoor dat hier de loonkosten niet exploderen in vergelijking met het buitenland. Je zou kunnen zeggen, we lossen die loonwet. Maar dan betekent dat natuurlijk dat de loonkosten in ons land veel sneller stijgen. We zijn een open economie. En dat onze bedrijven hier marktaandeel zullen verliezen. En dan zit je natuurlijk in een situatie van sneller stijgende lonen, maar langs de andere kant jobs die verloren gaan. En we spreken nu al heel vaak over een koopkrachtcrisis. Nu, de gezinnen worden vrij goed ondersteund door de overheid en door de indexering. Maar als men jobs zou verliezen daardoor, pas dan zit je natuurlijk in een heel sterke koopkrachtcrisis. Dus ik denk dat het cruciaal is om die loonwet van 96 toch vast te houden. Ja, er is blijkbaar zelfs een rapport van de Centrale Raad voor het Bedrijfsleven op komst, waaruit zou moeten blijken dat er niet alleen de komende twee jaar, waarover die onderhandelingen gaan, geen ruimte is, maar zelfs de komende vier tot zes jaar. Ja, wat de komende vier jaar betreft, had ik dat eerder ook al aangegeven. Hè. Het is zo dat onze lonen zoveel sneller stijgen dan in het buitenland, dat er echt terug een competitienadeel dreigt. En de komende jaren gaan we dat moeten inlopen. Eigenlijk is die loonwet een loonformule. Je geeft de computer drie cijfers. Hoeveel zijn de lonen hier gestegen de afgelopen jaren? Hoeveel zijn dat gedaan in het buitenland? En hoeveel verwachten we dat de lonen dat in het buitenland... Ja, ja. En dan rolt daar een nieuw cijfertje uit dat zegt, zoveel mogen uw lonen stijgen opdat je niet ontspoort. Ja. En de komende jaren gaan we dus moeten compenseren. En dat wil zeggen, bovenop die index zal er in principe, als we die loonwet behouden, en zo staat het in het regeerakkoord, geen ruimte zijn. Maar betekent dat ook nergens? Want de vakbonden die gaan op 9 november betogen en staken. En die zeggen op zijn minst van er zijn sectoren zoals de energieproducenten, de Pfizer's, waar gigantische winsten worden gemaakt. Daar moet toch wel iets mogelijk zijn. Wel, ik ben het er alleszins mee eens dat je op bedrijfsniveau meer zou moeten kunnen gaan kijken. Het idee van het werknemersdividend dat de voorzitter van de Liberale Vakbond, Mario Koppes, in de tijd op tafel heeft gelegd, dat lijkt mij een zeer goed idee. Dat je kunt kijken, gaat het met het bedrijf zeer goed? Ga je niet alleen een stuk van je winsten doorschuiven naar je aandeelhouders, maar ook een stukje naar de mensen die ermee voor gezorgd hebben, nu werknemers. Nu, in het algemeen zeggen van we hebben die loonwet en die indexering en we gaan voor een stuk daarboven voor sommige bedrijven. Ja, dan zou je ook het lef moeten durven hebben om te zeggen, voor sommigen gaan we er iets onder. Hè, de bedrijven en de sectoren. Dat is denk ik waar nooit gebeurd. Hè? Precies, ja. En dat is natuurlijk het probleem. Hè. Stel dat je zegt, we volgen die loonwet voor de normale bedrijven 0% erbij. Voor sommigen gaan we iets meer doen waar het kan. Ja, het gemiddelde daartussen is dan natuurlijk iets dat sterker stijgt dan in de buurlanden, en dan wordt het zeer gevaarlijk. En heel kort, dit komt op het bord van de federale regering. We weten dat de PTB, PvdA, die heel sterk staan in Wallonië, de eisen van de vakbonden heel sterk gaan ondersteunen. Gaat de regering dit kunnen houden? Ja, dat is moeilijk voor mij om in te schatten, maar ik denk inderdaad dat het enige wat de vakbonden en de PTB hiermee zouden kunnen bereiken, is dat de regering finaal valt. En nu zegt Paul Magnet, wij gaan het regeerakkoord aanhouden, de loonwet wordt behouden, maar als men zodanig de PS onder druk zet dat de PS standpunt moet verstrakken, dan komen ze automatisch in een oorlogssituatie met de liberalen, want voor hen is de core business, de concurrentiekracht voor de bedrijven, en die twee zouden dan zo enorm tegenover elkaar kunnen staan dat het zeer gevaarlijk zou worden. Ja. En niet vergeten, de verkiezingen komen ook alsmaar dichterbij, dus het wordt ook alsmaar moeilijker. Dank u wel, professor Steinbaert. Met plezier. En dan van de winkelkar naar het fietspad. Het nieuwe Brussel circulatieplan GoodMove zorgt er voor heel wat commotie deze dagen. GoodMove wil doorgaand verkeer weghouden uit verschillende Brusselse woonwijken en dus mensen op de fiets krijgen. En dat tot grote ergernis van vele bewoners. Het project zit nog in een testfase, maar toch waren er afgelopen dinsdag al gewelddadige rellen in Schaarbeek.
C'est pas de good move. On n'en veut pas. On n'en veut pas. On n'en veut pas. Ensemble, on est contre ce nouveau plan de circulation. Liberté. Liberté. Bouge. Ici, on est tous ensemble pour protester contre ce nouveau plan de circulation. On veut également dire, donc libérer notre quartier. Heftig daar dus in Schaarbeek. En eerder was er ook al luid protest in Jette en in Anderlecht. Koning Auto heeft Brussel dus duidelijk nog altijd in zijn macht. En veel lokale inwoners vinden het niet fijn dat ze zouden moeten overschakelen op een ander vervoermiddel. Toch zijn er verschillende initiatieven om fietsen ook in Brussel populairder te maken. Benjamin Leijers die volgde zo'n fietsles in Sint-Joost-de-Noten. We zijn begonnen met een open aanbod, fietsen voor beginners. En we merkten dat er eigenlijk enkel vrouwen op afkwamen. En uiteindelijk zijn we het fietsen voor vrouwen beginnen noemen. Heel veel van die dames konden niet fietsen. Dachten van oké, dat wordt nooit mogelijk om te fietsen. En dan plots zien ze van ja, kijk, in 2-3 keer kunnen we eigenlijk fietsen. Wij doen dat sowieso stap voor stap. Dus eerst ja, in een veilige omgeving te fietsen. Daarna naar in een wat... al op straat te gaan en dan is daardoor dat we ook proberen om eerst in groep te gaan fietsen. Het is ook een groep dat je veiliger voelt. Maar er is zeker angst om in het verkeer te gaan. Ik denk dat voor veel mensen dat een van de grootste stappen is om begeleid fietsen, van begeleid fietsen naar alleen gaan fietsen. Oké, vous êtes prêts, mesdames? Oui. On est parti. Il y a des endroits où est-ce que c'est un peu plus compliqué, surtout quand les voitures se mettent à klaxonner, ça met un peu la pression en plus, ou bien les bus de ligne qui sont hyper rapides. Dans mon enfance, je savais rouler, mais depuis des années ici, je ne l'utilisais pas, je ne me sentais pas en sécurité, puisque j'avais peur des voitures, etc. Mais depuis que j'ai suivi la formation avec Florent, également aussi avec ProVélo, au moment où est-ce qu'on connaît les règles de circulation, le panneau, etc., et grâce aux pistes cyclables, on se sent mieux. Et c'est chouette. J'habite au coin. Avant le plan, il y avait énormément d'embouteillages et accidents aussi. Exactement au rond-point de Place de l'Arène. Depuis qu'ils ont fait le nouveau plan, il y a moins d'accidents et on se sent plus en sécurité quand on passe en vélo. Je trouve pour les cyclistes, c'est magnifique. Ik ben Doreen en ik schreef een boek genaamd Zout. Ja, dat is deze beauty met deze prachtige cover waar ik nog steeds zo blij mee ben. Hey, fuck! It's just men. I know, but I'm scared. Het gaat over de 17-jarige Maud die door haar beste vriend Remy uitgedaagd wordt om 2000 volgers te halen op Instagram door haar liefde voor eten te delen met de wereld. En van mij. Dat is echt niet... Ik dacht dat het was wat ik besteld had, maar dat is niet wat ik besteld heb. Dit is het boek dat een vriendin van mij geschreven heeft en ze had mij gezegd dat ze het ging opsturen. Ik heb het oprecht warm. Ik ben zo blij dat dat hier eindelijk is. En wij zijn dan ook maar blij. Boektopia is gisteren gestart in Kortrijk, het nieuwe boekenfestival. Vrijdag staat in teken van de Young Adults. Young Adults, dat zijn jongeren tussen de 15 en de 28 ongeveer, die graag lezen. En jawel, ze bestaan. U hebt ze daarnet gezien en ze zitten gewoon hier bij ons. Dag Doreen Hendrik, zelf ook schrijfster. We zagen het van Zout. Jonas de Bakker, de boektokker. En Jasmin van der Meersen van Standaard Boekhandel in Geraardsbergen.
Welk boek was dat waar jij zo blij over was? Curse of Crows. Ik ben echt heel trots, want dat is door een vriendin van mij geschreven. Volledig in het Engels, maar je zou dan niet zeggen dat dat eigenlijk niet haar moedertaal is. En ik ben zo blij als we mensen kunnen steunen die zelf boeken schrijven. Ja, jouw enthousiasme droop van de TikTok. Ja, ja. Jullie zijn alle drie, we zagen het, boektokkers, heet dat dan. Jonas, je hebt wel 20.000 volgers. Hè? The boy who reads books. Ook veel liedjes graag zingt in de bibliotheek. Wat is voor de ouderen onder ons. Wat is een boektokker en een boektok? Boektok is eigenlijk een gemeenschap op TikTok waar we dus eigenlijk met allemaal mensen over boeken praten, enthousiast zijn. En ja, dus we maken eigenlijk video's over de boeken. We kunnen daar een review over maken. We kunnen daar iets anders over doen. Het is echt heel breed wat je daar allemaal mee kan doen. Ja, je hebt 20.000 volgers, ik zei het al. En vrij uitzonderlijk, want blijkbaar de meeste van die boektokkers zijn wel meisjes. Ja, dat klopt. Dus ik denk in Vlaanderen ben ik nog geen andere jongen tegengekomen. Buiten België nu wel, maar echt in België, ja. Ik zoek er nog altijd naar. Maar heeft dat impact? Zijn er dan die naar de boekhandel komen en die zeggen, ja, ik heb gezien dat Jonas of iemand anders zo gek is over een bepaald boek? Ja, toch wel. Bij ons eerste boektok-event weet ik nog, Jonas kwam binnen en iedereen zei, Jonas is toegekomen. Dus dat is wel, je bent wel echt een figuur. Ik zeg hem dat ook vaak. En hij zet ook wel aan tot lezen. Want ik merk als een vriendengroep jongeren binnenkomt, is daar al af en toe een jongen bij. En die grijpen na een paar keer binnenkomen ook wel naar een boek. Ze denken dan, ik sta hier zo vaak, hè, mijn vriendinnen kopen boeken, dus ik zal dat misschien ook wel doen. Dus het zet zeker wel aan. Dus, maar jij organiseert boektok-events. Dus eigenlijk op basis van wat op boektok hip is, doe jij een event in de boekhandel. Ja, en ook voornamelijk, het zijn dan Nederlandstalige titels, maar ook de Engelstalige, die soms niet altijd even handig te vinden zijn. Nu is dat wel al veel verbeterd. En ze komen daar echt van heinde en verre voor. Want ja, ik kom uit Gerardsbergen. Zoveel boeken ga je daar denk ik niet verkopen, want zo groot is dat nu ook weer niet. Goh, ik ben daar toch van geschrokken eigenlijk. Ja, we zien heel veel volk. We merken nu wel, de collega's springen daar ook op, gelijk grootsteden. Iedereen begint zijn aanbod eigenlijk te vergroten. Wat dat super positief is, ik kan dat alleen maar aanmoedigen. Je hebt iets in gang gezet. Ja. Dat is heel goed. Ja. Maar het is dus belangrijk om op die boektoks ook te zien te zijn. Zeker als je zelf ook een boek hebt geschreven. Ja, bij mij is het eerder per ongeluk begonnen, omdat ik was eigenlijk al langer bezig met TikTok. En op een gegeven moment ben ik ook gewoon over boeken beginnen posten. En ja, ik schrijf ook veel en ik post veel over waar ik mee bezig ben. Dus ik post over mijn schrijven en mensen beginnen vragen van, oh, waar gaat het over? En ja, en op die manier is het eigenlijk zo aan het rollen geraakt. Ja. En ben ik erin. Heb je eigenlijk het gevoel van, gelukkig is dat er, want hoe zouden anders misschien jonge mensen nog te weten komen dat ik een boek heb geschreven? Want zoveel kanalen hanteren ze niet altijd, ik bedoel de klassieke kanalen. Nee, en ik denk ook wel dat uitgeverijen in Vlaanderen en in Nederland ook eigenlijk het super lang al heel erg moeilijk hebben om jongeren te bereiken voordat TikTok er was, omdat de social media waar dat wij meestal mee omgingen echt nog bubbels waren. En TikTok is ook een bubbel tot op zekere hoogte, maar het algoritme is zo anders dan de andere social media dat je alles makkelijker en iets anders te zien krijgt ook. Ja, maar wat wel opvalt, dat boek waar jij zo enthousiast over bent, dat is een Engelstalig boek, zelfs niet eens door een Engelstalige geschreven. Ook bij jou is het allemaal in het Engels omdoen, hè, Jonas? Jongeren lezen geen Vlaamse boeken meer? Ja, ik denk dat behalve dan Zout van Doreen. Inderdaad. Ik denk dat het ook gewoon makkelijker te vinden is in het Engels. Ik denk als je naar het aanbod kijkt, Nederlandstalige boeken, dat 10 keer kleiner kan zijn dan het Engelstalige aanbod. Heeft het met het aanbod te maken? Ook misschien, we kijken naar de Kardashians en we lezen een Engels boek. Nee, dat denk ik op zich niet. Ik denk, als er echt een veel groter aanbod zou zijn, dat ik ook wel eens naar een Nederlandstalig boek zou grijpen. Maar ja, jammer genoeg is het nog beperkt, dus ja, ga ik wel naar een Engelstalig boek gaan. Ja. Dat Engels is dus geen drempel, maar eigenlijk wel misschien iets dat toch ook aan de coolness bijdraagt van het boekenlezen. We zijn ook gewoon van veel op social media. We hebben veel leenwoorden die we overnemen. Ik denk dat de jeugd daar echt geen probleem van heeft om eigenlijk in het Engels te lezen. En we zagen het al in dat filmpje van Jonas, die Heartstopper. Of Heartstoppers, moet daar een S achter. Dat is blijkbaar bijzonder populair. Hè? Wat is dat met die Heartstoppers? Heartstopper is een graphic novel, wat het super toegankelijk maakt. Het gaat over twee jongens die verliefd worden eigenlijk. En die ook zo zichzelf nogal een beetje aan het ontdekken zijn. En die dan eigenlijk zo hun problemen doorheen de graphic novels tegen moet gaan of trotseren. En daar raakt toch wel gewoon een snaar bij superveel mensen. En het is super toegankelijk. Het is er zowel in het Nederlands als in het Engels. Dus ja. Het gaat gewoon heel makkelijk met Heartstopper. Ja. En van daaruit groeien veel mensen wel door naar andere boeken. Is dat zo? Merk je dan dat ze dan naar de
tussen aanhalingstekens en volwassen literatuur doorgroeien en al eens iets anders mee naar huis nemen? Ja, dat zie je toch wel. Dat heeft wel invloed, maar ook vaak het genre New Adult. Dat is niet echt, dat is een genre en geen genre, denk ik, dat ik het mag noemen. Ik denk dat dat een overstap vooral gemakkelijker maakt. Dus van Young Adult zie je eerst mensen zo wat meer New Adult tot ze dan... Ja, literaire werken zijn toch nog een ander ding, zal het zo zeggen. Ook maar voor wat mezelf zoekt een young adult dan? Hè? Want je hebt die hardstopper, dat gaat dan over jezelf ontdekken voor een stuk. Waar slaan de mensen dan meestal op aan? Waar merk je dat? Dat zijn nu mijn populairste booktalks. Ja, gewoon ook boeken waar ze zichzelf in kunnen zien, denk ik. Als ze daar een video over zien, gaan ze direct wel ergens opzoeken van is dat iets voor mij? Dan kun je soms een korte samenvatting vinden als echt zien van oh, ik kan me er echt wel zelf in vinden. Gaan ze er echt wel snel naar de boekhandel voor of zo, om dat boek dan te vinden. Ja, het is eigenlijk meer... De inhoud is belangrijker dan of het ook echt een goed boek is. Ik denk dat dat vooral voor de boeken die populair zijn, boektok is dat bij regelmaat wel het geval. Maar wat wel zo is, die identitaire representatie is iets dat wel voorkomt in die boektokboeken en in sommige andere boeken niet. Of in boeken die veel moeilijker toegankelijk zijn, terwijl deze zijn toegankelijk en die herkenbaarheid is iets dat wij super hard nodig hebben vandaag. En dat brengen veel boektokboeken wel naar de tafel. Zijn scholen al mee? Want scholen klagen vaak dat er te weinig gelezen wordt en dat de literatuurlijstjes vaak... Dat men kiest op het dunste boek en niet op het beste boek. Bij ons merken we wel, in Gerardsbergen komen er wel juffen naar mee die zeggen van kijk, ik wil meedoen, raad mij boeken aan die gaan aanspreken. En dat vind ik dus fantastisch. Want niet alleen geef je de jeugd en de kinderen zo een start met boeken die hun zullen aanspreken en niet gewoon de leeslijst van kies een boek van zoveel jaren oud die wij zelf niet meer kunnen vinden bij de standaard boekhandel. Maar je merkt wel... dat mensen hun best doen om het toegankelijk te maken, om het aantrekkelijk te maken, ook de mensen in het onderwijs. En dat vind ik echt fantastisch. Ja. Kopen ze inderdaad ook boeken? Want ja, ik zat gisteren met de start van Boektopia nog maar eens in het nieuws. De boekenverkoop heeft het bijzonder moeilijk. Ja. Ik denk, bij ons in de winkel is dat wel zichtbaar, maar wij hebben vooral onze Engelsen die dan enorm ontpopt zijn. We hebben geschiedenis die goed verkoopt, literatuur. Ja, sommige genres merkten dat wel... stabiel blijft of niet wauw verkoopt. Maar er wordt zoveel op ingezet dat ik wel hoop heb. En ook met alles wat er rond boeken gedaan wordt, dat positieve lijn gaat stijgen. Gewoon. Wat jij was al op Boektopia gisteren. Merk je wel dat jonge mensen ook naar zoiets komen als een boekenbeurs, hè, om het nu zo te noemen? Goh, ik had het gevoel dat vooral ouders met jonge kinderen waren en vooral dan volwassenen, dat de splitsing is die er gemaakt wordt. Als ik keek naar het aanbod, snap ik het ook wel heel erg. Want dat is in Vlaanderen gewoon vaak nog een probleem. Ze hebben echt wel hun best gedaan, maar de jongeren die er waren, waren zelf ook zo'n beetje van ja, oké, dit zijn boeken die we makkelijk in de buurt ook kunnen vinden, dus waarom zouden we daarvoor naar Boektopia gaan? En dan snap ik het wel dat het lastig is. Het is misschien gewoon leuker om naar een filmpje van Jonas en jullie allemaal te kijken. Maar zolang het maar doet lezen, zou ik zeggen, maak jullie alle drie nog heel veel leesplezier wensen. En dankjewel om langs te komen. Graag gedaan. En dan van de boeken weer naar ons muziekpodium. U zag haar al, onze muzikale gast Marie Dolne, oftewel Zap Mama. Een van onze internationale muziekgrootheden en ook een groot voorbeeld voor Stromae, Balogi en Adele. Uit haar nieuwe plaat Odyssee is dit Ami. En ook dat is een taalspelletje wat niet alleen vriend betekent, maar ook zoveel als halverwege. Les jours commencent à peine. Faut se donner de la peine pour retrouver son lit. Je viens de commencer la semaine, il est déjà vendredi. Ça fait maintenant quatre semaines que l'on a fini. Toutes ces années vécues, les années qui s'effacent. Les moments évoluent, d'autres n'ont plus de traces. Profite du temps, car tout fouille. Fais la folle allure, on croit qu'on a du temps, mais on rate la mesure, pour cela suffit.
pas de retour en arrière. Ik ben de chauffeur en deze twee hier komen aan de zevende dag om jullie een beetje meer te vertellen over de film waar ik ook in meedoe. Klopt, Eden en ik komen zo meteen in de zevende dag vertellen over Close, onze tweede film waarin deze twee jongens de show stelen en wij kijken er naar uit om jullie van alles te vertellen, toch? Ja, kom zeker, want het gaat keihard zijn. Maar eerst naar Jabeke, even de hoofdstad van West-Vlaanderen van de week. Of toch althans het brandpunt van de persbelangstelling. Toen bekend raakte dat ze daarnaast een gesloten asielcentrum nu ook noodopvang moeten voorzien voor kwetsbare vluchtelingen. Dat besliste de CD&V-staatssecretaris Nicole de Moor tot groot ongenoegen van de CD&V-burgemeester Kastelein. Niemand ziet mensen graag komen, oké. Ik begrijp dat, maar... Wij doen al zo'n duit in het zakje. Wij hebben al zoveel Oekraïners ook opvangen. We moeten ook nog voor opvangplaatsen zoeken en huizen zoeken om die mensen te huisvesten. Ik heb een dubbel gevoel, omdat ik als mama denk van als ik met mijn gezin daar moet zitten, vind ik dat eigenlijk wel heel ingrijpend of aangrijpend en erg. Maar anderzijds, zo dicht, weten wij eigenlijk niet welke hinder we daarvan zullen hebben. Het zijn al zoveel gemeenten waar die niets doen. Dus, Jabbeek is toch niet de hoofdstad van West-Vlaanderen? Ja, en bij ons aan de staatssecretaris, mevrouw de Moor. Goedemiddag. We hadden graag ook zelf de burgemeester van Jabbeek gehad. Maar hij verkoos om nu even in de luwte te blijven tot hij u van de week gaat zien. Want blijkbaar gaat u langs naar Jabbeek. Kan er nog gesproken worden? Uiteraard kan dat. Ik ga inderdaad langs naar Jabbeke om verder met hem in dialoog te gaan. Maar ik heb ook de afgelopen dagen al meermaals contact gehad. Maar het is wel een fait accompli. Of kan er toch nog gekeken worden of die noodopvang niet, zoals hij het zelf zegt, in een andere stad of gemeente kan? Wel, die noodopvang is absoluut noodzakelijk en die moet er ook snel komen. Maar moet die in Jabbeke komen? Wel, er zijn vandaag een 90-tal gemeenten die een collectief centrum op het grondgebied hebben. Dus het is zeker niet zo dat we alleen naar Jabbeke kijken. Maar we hebben urgent dringende humanitaire noodopvang nodig. Dat heeft de regering beslist. Ja. En het crisiscentrum coördineert dat om dat op zo kort mogelijke termijn te realiseren. We voelen het misschien nog niet aan de temperaturen vandaag, maar de winter staat voor de deur en er slapen mensen op straat. Oké, maar natuurlijk laten we even teruggaan in de tijd, nog niet zo gek lang geleden. Begin september zat u in Ter Zake en toen kreeg u volgende vraag van Theo Franke voorgeschoteld. Stel dat binnen dit en zes maanden er geen extra of nauwelijks extra plaatsen LOI's zijn bijgekomen. Gaat u dan verplicht spreiden? Nee. Er komt geen verplicht spreidingsplan? Ik ga lokale besturen niet verplichten om opvangplaatsen te creëren. Ik kies voor de weg van de dialoog. Ja, intussen zijn we anderhalve maand verder en nu verplicht de burgemeester van Jabbeek toch om dit op te lossen. Helemaal niet. Het ging over iets helemaal anders. Dat gaat over de LOI's, de lokale opvanginitiatieven. Vandaag dus de ene verplicht u wel en de andere verplicht. Nee, vandaag is het zo dat de meerderheid van de opvangplaatsen, dat zijn er 27.000, dat die georganiseerd zijn in collectieve centra en georganiseerd worden door de federale overheid, net zoals in Jabbeke zal gebeuren. Dus daar is het de federale overheid die zorgt voor het gebouw, het personeel, de inrichting, de begeleiding. En dan was aan die burgemeester gezegd, als u dat doet, dan doet u genoeg. We gaan dan zeker niet nog iets extra
dat vragen? Dat gaat over iets anders. Dat gaat over een gesloten terugkeercentrum. Ja. Laat mij het u even uitleggen. Dus de collectieve centra die worden georganiseerd door de federale overheid. Basis, bed, bad, brood. En dat is wat we in Jabeke zullen doen. Daarnaast is er een beperkt aantal plaatsen LOI's, zoals meneer Frankeneer ook zei, dat gaat over lokale opvanginitiatieven die georganiseerd worden door de gemeente en waar dus de gemeente zorgen voor het personeel en de begeleiding. En daarvoor wil ik geen verplichting opleggen aan de gemeente, net omdat die gemeenten vandaag al zoveel op hun bord hebben. De energiecrisis, de inflatie, huisvesting van Oekraïense vluchtelingen. Maar u moet toch toegeven, het is al drie keer dat het woord Jabeke valt. Het is wel, de burgemeester heeft wel het gevoel, langs alle kanten komen ze naar mij kijken. Iets kan ook te veel zijn. Wel, zoals ik al zei, we hebben vandaag opvangcentra in een 90-tal gemeenten. Dat is niet de eerste keer dat we dit organiseren. En wel vaker zijn er bij de komst van een opvangcentra zijn er bezorgdheden, ongerustheid. En ik heb daar alle begrip voor. Zowel voor de lokale besturen als voor de buurtbewoners. Dit is ook heel wat. Dit is nieuw voor hen. Zij kennen dit niet. Net daarom hebben we ook vorig jaar een draaiboek uitgewerkt om die lokale besturen daar beter in te begeleiden bij alle stappen die we zetten bij het openen van een opvangcentrum. We organiseren bijvoorbeeld ook infomarkten en buurtvergaderingen, open deurdagen in het centrum, zodat de buurt kan komen kennismaken met het centrum. En ook heel interessant, we hebben vorig jaar een enquête georganiseerd bij onze burgemeesters die een opvangcentrum op het grondgebied hebben. En die resultaten waren heel verrassend. Ja. 95% van de burgemeesters gaf aan geen noemenswaardige problemen te hebben met het opvangcentrum. Voor alle duidelijkheid, de burgemeester is op zich niet tegen. Hij zegt gewoon en een gesloten en noodopvang en dit en dat. Het is de optelsom is veel. We zagen ook wel in Brussel bijvoorbeeld mevrouw Moreau, de burgemeester daar, die had ook haar asielcentrum gesloten. Die zei van, het is hier te veel. Zij heeft nu wel ook gelijk gekregen. Burgemeesters, ook burgemeester van Jabeke, zegt, ik ga wel bekijken wat ik eventueel toch kan ondernemen. Ja, en ook in Molenbeek vind ik het bijvoorbeeld onbegrijpelijk dat de burgemeester hetzelfde gebouw wel wou openen voor de opvang van Oekraïense vluchtelingen, maar niet voor andere vluchtelingen. Dus zij heeft daarin inderdaad een juridische procedure aangespannen. Maar ik denk dat iedereen vaststelt vandaag dat er mensen op straat slapen en dat er dus noodopvang nodig is. Hoe lang duurt de noodopvang? Want als ik dan, laten we misschien iemand anders bijhalen, meneer Lachaert van Open VLD, volgens hem is het nu grote crisis, maar is er een oplossing in de maak? Bij 31.000 plaatsen zitten 9.000 Afghanen in op dit moment, waar nu een beslissing over genomen wordt. Je zit nu met een tijdelijk probleem. Personeelsbezetting, plaatsen. Maar gaat u ze wegkrijgen, meneer Lachaert, die 9.000? Meneer De Vadder, uit die opvangplaatsen gaan ze sowieso weg als er een beslissing genomen is over hun asielprocedure. Maar dan eindigen ze in illegaliteit. Dan ga je geen bed meer aanbieden en die plaatsen komen vrij. En hoe ze dan moeten repatriëren is een discussie inderdaad met verdragen die je moet sluiten. Maar die gaan uit die plaatsen. Ja. Is dat zo? Zijn we over een paar maanden uit die crisis? Is de noodopvang zo tijdelijk? Want die 9000 Afghanen, het probleem is opgelost. Is het zo simpel? Wel, het is nooit simpel natuurlijk. En daarom moeten we ook inzetten op verschillende zaken. Met creatie van opvangcapaciteit alleen gaan we dit niet oplossen. De realiteit is dat de instroom in ons land vandaag zeer hoog is. En dat we daar moeten zorgen voor een daling van de instroom. Bijvoorbeeld door te zorgen voor een betere spreiding in Europa. Wij willen gerust ons deel doen voor de bescherming van vluchtelingen. Maar we verwachten ook dat andere landen hun deel doen. En daarnaast zijn er ook heel wat mensen die in ons asielsysteem zitten die daar eigenlijk niet thuis. Stel nu, men zegt 2/3 van die Afghanen, sommigen zeggen 60%, die horen daar niet, dus die worden eigenlijk uitgewezen. Maar bon, zoals ook de vraag terecht in de afspraak op vrijdag werd gesteld, wat gaan we dan met die mensen doen? Is er een deel met de Taliban dat ze die met open armen terug gaan opvangen? Dus het is misschien allemaal niet zo simpel om te zeggen, 9000 Afghanen, dat is dan 9000 plaats op korte termijn, want die Afghanen gaan ook niet zomaar verdwijnen. Wel, migratie is nooit simpel, zoals u zegt. Maar wat vandaag wel het geval is, is dat er heel veel mensen in onze opvang zitten die gemigreerd zijn om economische redenen en dus geen vluchtelingen zijn. En dat is voor een grote groep van de Afghanen ook het geval. Gelukkig hoef ik daar niet over te oordelen. We hebben in België een onafhankelijke instantie die dat op een kwaliteitsvolle manier doen. Maar zij oordelen dat er bescherming wordt verleend aan mensen die vervolgd worden door de Taliban. Bijvoorbeeld jonge vrouwen, meisjes, maar ook journalisten, mensenrechtenverdedigers. Maar dat er aan de andere kant ook heel veel Afghaanse jonge mannen zijn die om economische redenen hun land hebben verlaten. Zij krijgen geen bescherming in ons land en krijgen inderdaad een bevel om het grondgebied te verlaten. En die gaan dat doen? Zij moeten dat doen. Dat gaat geregeld worden. Er is een deal dat ze terug kunnen.
Wel, ik zie niet wat de oplossing anders is. Ik hoor sommige mensen zeggen dat ik maar alle Afghanen een verblijfsrecht moet geven. Ik denk niet dat dat de oplossing is. Er is een onafhankelijke instantie die zich daarover buigt. Maar Afghanen die om economische redenen migreren, zal ik geen verblijfsrecht geven. Weet u, in augustus hebben er 12.000 jonge Afghanen asiel aangevraagd in Oostenrijk. 12.000. Ik denk niet dat ons land nu moet zeggen... Wij geven eigenlijk papieren aan alle Afghanen, ongeacht of ze vluchteling zijn of niet. Ik denk niet dat we daarmee de instroom naar ons land zullen verperken. De vraag is inderdaad wat er met hen zal gebeuren. U zegt het zelf, er moet meer capaciteit komen, meer opvang. Egbert Lachart zei ook heel duidelijk, het is genoeg. Hè. We hebben 31.000 plaatsen. Het is wel voldoende. Er moet misschien niet meer bij komen. Wel, we moeten werken, zoals ik zei, op het beperken van die instroom. En we boekten daar ook al successen, bijvoorbeeld met de Burundezen. De afgelopen maanden hebben er heel wat Burundezen in ons land asiel aangevraagd. Daar is nu een oplossing voor. Zij reisden allemaal via Servië naar ons land, omdat zij daar een voorkeursbehandeling kregen met de visumvrijstelling. Denkt u dat het tijdelijk, dat het binnenkort beter wordt? Wel, Servië heeft afgelopen week na heel wat diplomatieke druk van ons land en van de Europese Unie beslist om die visumvrijstelling te stoppen. Dus dat zullen we inderdaad voelen in de instroom. Daarnaast moet ook die uitstroom omhoog. We zien bijvoorbeeld ook vandaag dat er heel wat mensen in onze opvangcentra blijven zitten, veel te lang nadat zij een negatieve asielbeslissing hebben gekregen, omdat zij bijvoorbeeld andere verblijfsprocedures voeren, bijvoorbeeld een regularisatieaanvraag indienen en daardoor in de opvang blijven zitten. Ik heb nu een wetsontwerp voorgelegd aan de regering om dat probleem aan te pakken, om ervoor te zorgen dat onze opvangcapaciteit voorbehouden wordt voor die mensen die in de asielprocedure zitten voor die mensen die vluchteling zijn. Er was ook gezegd dat er federale ambtenaren zouden bijspringen, 150. Was het getal, zitten we daar ver aan? Wel, er zijn al heel wat kandidaten en het klopt dat dat een absolute noodzaak was. Net zoals in verschillende andere sectoren kampen wij met tekorten in ons personeelskader, waardoor we geen opvangcentra konden openen. Aan die 150? Er zijn al een honderdtal kandidaten, er komen er elke dag bij. En ik ben heel blij dat er mensen beschikbaar zijn en dat zien zitten om tijdelijk in te springen. En moet de rest dan via interim kunnen opgelost worden? Want vakbonden zijn daartegen, maar minister Van Quickenborne die zei er vorige week heel stellig, geen taboes, het zal dan met interim worden ingevuld. Absoluut. Het kan met ambtenaren, het kan met interims. We zijn in crisis, we hebben alle plaatsen nodig en we willen dat mensen niet langer op straat slapen in de winter. Ja. Nog eens terug naar mijn vorige vraag. Hoe lang zal deze noodopvang volgens u nog nodig zijn? Want Egbert Lachart zegt, het is tijdelijk, maar wat is tijdelijk? Wel, het is natuurlijk moeilijk om te voorspellen hoe de geopolitieke context verder zal evolueren. Dat is een factor waar we in het asielbeleid altijd rekening mee moeten houden. Waar we vooral voor moeten zorgen is dat ons systeem beter bestand is tegen die fluctuaties. We moeten structureel gaan hervormen op de lange termijn. Dat hebben we de afgelopen jaren. En dat is niet per se met meer plaatsen, maar met snellere afhandeling. Dat is onder andere met snellere afhandeling. Dat is ook met een betere regelgeving. Dat zit in het migratiewetboek waar we aan werken. Maar ook in Europa ligt er een belangrijke opdracht waar we mee onze schouders onder moeten zetten. Zolang we er niet in slagen om onze buitengrenzen beter te controleren en te zorgen voor een betere spreiding in Europa, zal de asieldruk in ons land te hoog blijven. Ik wil nog één korte vraag stellen, want aanzuigeffect is ook blijkbaar de minderjarigen die in Vlaanderen een som krijgen en meer dan 3000 euro. Het kan behoorlijk oplopen. VLD zegt, Bart Somers zegt daar in die regering, dat moet anders bekeken worden. CD&V zit ook in die regering. Is dat inderdaad iets dat snel aangepakt moet worden, dat groeipakket voor de minderjarige vluchteling? Inderdaad, en die analyse is lopende. Die was ook al in gang gezet voor deze discussie. Dus VLD krijgt uw steun? Dat is belangrijk om dat te doen, omdat we zien dat jongeren vandaag onder grote druk staan, ook van mensensmokkelaars. Okay. Die jongeren geraken hier niet vanzelf. Zij doen dat met criminele mensensmokkelaars die hen onder druk zetten. En het is belangrijk dat de schooltoeslag gaat waarvoor hij dient, en dat is schoolkosten betalen. Oké, dus dat zal er misschien dan snel doorkomen. Hartelijk dank, Nicole de Moor. Alsjeblieft. En we pikken daar meteen op in met twee West-Vlaamse Kamerleden, twee Wouters ook, maar tot zover de gelijkenissen tussen jullie, denk ik. Welkom Wouter Vermeers van Vlaams Belang en welkom Wouter de Vriend van Groen, oppositie en Vivaldi meerderheid. Meneer de Vriend, bij u beginnen. Hebt u begrip voor het verzet van de burgemeester van Jabeke? Ik heb absoluut begrip voor ongerustheid. Ik denk dat daar ook wel iets fout gelopen is in de communicatie en het overleg. Dat is altijd natuurlijk delicaat. Hè? Als er een beslissing valt om ergens een asielcentrum te gaan oprichten, om in opvang te gaan voorzien. En als dat onvoldoende is doorgesproken van in het begin, dan begrijp ik wel die reactie. Alleen natuurlijk,
Er zijn gezinnen met kinderen die op straat slapen. Dagenlang, al wekenlang. Vanaf woensdag wordt het serieus kouder in ons land, ook 's nachts. Die mensen moeten van straat. Dus iedereen zal moeten een deel van de inspanning doen. Okay. Meneer Vermeers, jullie hebben gisteren geprotesteerd bij die plek in Jabeke. We hadden daar ook beelden van in het journaal. Ik zou zeggen, uiteraard zeker hebben jullie daartegen geprotesteerd vanuit jullie standpunt? Ja, uiteraard. Maar ik wil even inpikken op wat de collega zegt. Hij zegt, niemand wil natuurlijk dat kinderen op straat slapen, wij ook niet. Mm-hmm. Maar wat we duidelijk moeten stellen... Dan moeten ze wel een plek hebben. Hè? Ja, maar wat we moeten duidelijk stellen is dat het onder het huidige falende beleid is, met groen in de regering, de meest groene regering ooit, dat kinderen vandaag op straat moeten slapen. En laten we de realiteit even benoemen. We hebben 31.000 opvangplaatsen. En wat zien we? Dat die voor de helft volliggen met alleenstaande mannen, dat die voor de helft volliggen met mensen, de staatssecretaris zei het al, die helemaal geen recht hebben op asiel, maar in die dit dus geval misbruik het, maken van het systeem. In dit geval gaat het uitdrukkelijk om kwetsbare gezinnen, dus met kinderen. Zegt u dan van, ja, oké, jammer maar helaas, maar dit mag er niet komen? Wel, wij zeggen dat er vandaag meer dan voldoende plaatsen zijn. Er zijn 31.000 plaatsen in dit land, maar ze worden alleen niet aan de correcte personen toegewezen. Ja. En wat het probleem is, is dat Jabeke opnieuw het slachtoffer wordt van dit falende beleid. We hebben onlangs ook vorige week een aankondiging gehad van een asielcentrum in Bredene. Dat betekent dat op slechts 1 week tijd, op slechts 13 kilometer van elkaar, 2 asielcentra worden geopend in dezelfde locatie waar absoluut bij de bevolking geen draagvlak voor is. Kunt u daar iets van vinden? Want het zijn inderdaad nu 2 centra die in Jabeke gaan komen. Tot 500 mensen voor die tijdelijke opvang. Iemand uit Jabeke zei, als u dat samentelt, is dat een kleine deelgemeente erbij? Kan het te veel zijn voor een gemeente? Wel, ik denk dat er veel op te lossen valt met dialoog, met goed overleg, met begeleiding, met een goede voorbereiding. En ik wil inderdaad ook het voorbeeld geven van Bredene. In Bredene is er ook asielopvang. En daar, de burgemeester in Bredene heeft dat bijzonder goed aangepakt. Die is in overleg gegaan, in dialoog met de bewoners. En eigenlijk klaagt niemand in Bredene over de asielopvang die er is. Dormaal is een ander goed voorbeeld. Jaren geleden protest ook het Vlaams Belang. Want het Vlaams Belang protesteert tegen elke asielopvang. Wat eigenlijk betekent dat ze protesteren tegen het beschermen ook van oorlogsvluchtelingen. Dormaal is nu... Dat is daar nu een stabiele situatie. Dat is daar nu rustig. Niemand maakt zich nog zorgen over die asielopvang die daar is. En mijn punt Maakt de Oostendenaars zich geen zorgen? Want zowel Bredene als Jabeke liggen vlakbij Oostende. Die mensen zullen waarschijnlijk ook in Oostende opduiken. Wel, in Oostende, op sociale media, in de pers, is daar eigenlijk geen ongerustheid over. Maar natuurlijk, je mag de ongerustheid ook niet gaan aanwakkeren. En dat is het spel van het Vlaams Belang, overduidelijk. Kijk, er zijn 31.000 plaatsen in de asielopvang in België. België is een land met 11 miljoen inwoners. 31.000 plaatsen. Hè. Het is nu een zoektocht om naar een extra 5.000 plaatsen te gaan. Is dat haalbaar? Hè? Wel, wij zeggen heel duidelijk... Ja, je zit met oorlog in het Europese continent. Je zit ook met oorlogsvluchtelingen, ook nog vanuit Irak, Syrië enzovoort. Dus 35.000 plaatsen in België. Is dat overdreven? Is dat totale waanzin? Maar ik hoop, meneer Vermeers, dat als er oorlog uitbreekt in Europa, dichter bij ons land, dat u dan niet met uw gezin ook op zoek zal moeten gaan naar bescherming. Nee. België moet niet alles doen, uiteraard. België moet een deel van de inspanning doen. Maar ik ben akkoord dat er een sterkere Europese oplossing nodig is. Maar nog eventjes, Jabeke zelf. Ja. U wakkert maar ik wil er toch even op reageren. Want er moet één iets uit het debat... Dat is dat die Oekraïners waar u over spreekt, die komen helemaal niet in aanmerking voor die 31.000 plaatsen. Die 31.000 plaatsen, daar zullen Oekraïners enkel bij hoogste nood terecht komen. U hoort twee zaken door elkaar. Beloof u, we komen erop. Ja. Jabeke, meneer De Vriend zegt, u wakkert de ongerustheid aan. U doet dat eigenlijk overal waar er zo'n centrum open gaat. En achteraf blijken daar geen tot nauwelijks problemen te zijn. Omdat er natuurlijk fundamentele onwaarheden worden verteld. Ik hoor mevrouw De Moor, ik hoor meneer De Vriend de mond vol hebben net over dialoog. Ze hebben alle twee die woorden genoemd. Waarom zit de burgemeester in de media deze week? Omdat er absoluut geen dialoog is. Zowel de buurtbewoners als de lokale besturen, die worden voor een compleet voldongen feit gesteld. Er is geen overleg, er is geen inspraak, er is voor die mensen helemaal niks. Ik ben gisteren inderdaad in de straat geweest.
U moet even praten met die buurtbewoners. Dat hebben wij gedaan. Die zijn werkelijk van verstomming geslagen dat daar plots een centrum open gaat. En dat voor alle duidelijkheid, dat moet ook gezegd worden. Het wordt een open centrum. Dat betekent dat die asielzoekers binnen en buiten het centrum kunnen. We weten uit ervaring in onder andere poolkapellen dat dit heel wat overlast teweeg brengt. Zelfs tot in de stad Roeselare via de buslijnen. Dus u mag zich verwachten in Oostende aan ook heel wat overlast. Zou overleg op voorhand de situatie kunnen ontmijnen? Of zou dat het net onmogelijk worden? Want ja, welke burgemeester zegt er nu graag er komt een asielcentrum bij? Ondertussen heeft meneer Vermeers hier in zijn laatste zin gezegd dat wij in Oostende ook heel wat mogen verwachten. Dus de Oostendenaars die dit debat nu bekijken, zien dus de polarisatie die wordt aangewakkerd. Maar het is de realiteit, dat zien we in Poelkapelle. Tot in Roeselare zijn er problemen van het asielcentrum in Poelkapelle. Als ik even mag uitspreken, daarnet in het filmpje ook dat u hebt getoond, we hebben een aantal buurtbewoners gezien. Die zeggen van, ja, oké, we zijn wat ongerust, we weten niet wat er zal gebeuren, maar eigenlijk begrijpen we ook wel dat die mensen hier terecht moeten. Dus mensen, hè, West-Vlamingen ook, hè, meneer Vermeers, u woont ook in West-Vlamingen, West-Vlamingen zijn veel genuanceerder dan u zou denken en zijn bereid tot het geven van bescherming voor mensen die oorlog ontvluchten. En, maar effectief, met goede dialoog, met heel veel uitleg, vriend, dat is hetgeen het waar punt, wij als partij voor staan. Het punt waar u al komen, ten gronde, los van Jabeke, zelfs Egbert Lagarde begint er nu te zeggen, ja, vol is vol, de limiet is bereikt. Voelt u zich daar dan gesteund? Ja, luister naar mijn woorden, maar kijk niet naar mijn daden. Dat is wat er gebeurt. We zien dat we vandaag sinds 2015 de ergste asielcrisis ooit beleven. Dat onder een zo groene regering als het maar kan. Dus de feiten worden alleen maar erger. Ik hoor de staatssecretaris graag zeggen dat de instroom moet beperkt worden. Maar gaan we nu eindelijk eens werk maken van de gezinshereniging te beperken? Gaan we nu eindelijk eens werk maken van onze sociale zekerheid af te sluiten? Voor nieuwkomers, zoals Denemarken bijvoorbeeld doen, gaan we nu eindelijk eens zorgen voor ontradingscampagnes in alle landen van herkomst? Dan kunnen we de instroom beperken. Wat denkt u als u meneer Lagarde hoort zeggen, de limiet is misschien wel bereikt, die 31.000, dat mag het wel zijn? Ik vind dat een makkelijke uitspraak, maar tegelijk, België kan niet iedere vluchteling ter wereld opvangen. Aha, maar voor alle duidelijkheid, meneer Vermeers, dat doen we wel vandaag. Wat we vandaag doen, is mensen vanuit de Hansse wereld naar maken, hier halen. Wat we spelen OCMW van de Hansse wereld. Laat hem zijn punt wat ook u afmaken. Net zei, is totaal onwaar, uiteraard. De meeste vluchtelingen, er zijn 32 miljoen vluchtelingen wereldwijd. Hè. De meeste vluchtelingen worden opgevangen in de eigen regio. Kijk, de cijfers, Libanon, Turkije, dat gaat daar over miljoenen. Ja. België, 31.000. We moeten proberen te gaan naar 35.000 plaatsen op een bevolking van 11 miljoen. Waar wij, veel meer waar, dan waar andere wel Europese zijn, landen. Hè? Waar wij wel wij voor veel zijn, meer dan is een duidelijke Europese beslissing, landen. Meneer Vermeers. En daarin, kijk, voor ons, iedere vluchteling heeft het recht om asiel aan te vragen, maar heeft niet het recht om asiel per se te krijgen. Dus er moet een check gebeuren, controle. Is dit een oorlogsvluchteling, iemand die bescherming nodig heeft? Als het antwoord op het einde van die procedure nee is, dan moet die persoon terug naar het land van herkomst. Maar wij gaan toch niet inboeten op onze mensenrechten. Het internationaal recht, dat is het DNA van ons land. Dat is ook het DNA van West-Vlaanderen. Ik wil daar niet op inboeten. Ja. Mensen die oorlog ontvluchten, hebben bescherming nodig in België, maar liefst gespreid in Europa. Mag ik iets anders aanraken? De situatie in Jabeke komt natuurlijk bovenop onvrede die er al bestaat in grote delen van West-Vlaanderen rond stikstof, rond Ventilus. Nu misschien ook rond dat zevende mestactieplan. Dit dreigt wel electoraal in 2024 explosief misschien wel te worden in West-Vlaanderen. Ja, mensen voelen zich vergeten. Hè. Als we nu kijken naar inderdaad dat mestactieplan, dan zien we dat West-Vlaanderen, maar ook Oost-Vlaanderen, is de groententuin van Europa. We moeten goed weten dat onze provincies, West- en Oost-Vlaanderen, dat zij heel belangrijk zijn, wereldspelers zijn in zaken diepvriesgroenten, aardappelproducten. En wat zien we nu? We hadden het daarnet over de Oekraïne-crisis. Net nu dat heel wat landbouwproducten schaars zijn, gaan wij die landbouwsector extra beperkende voorwaarden opleggen. Door stikstofplannen, door mestactieplannen. Dat kan natuurlijk niet. En wij als Vlaams Belang, wij kiezen daar heel duidelijk de kant van de boeren. Het is zo dat we heel belangrijk moeten benadrukken nu, dat in deze tijden dat heel wat producten schaars zijn, dat de groenten en fruit, maar zeker ook groenten, stijgen in prijs. Nu zouden we net extra ruimte moeten geven aan onze landbouwsector om zelf groenten te gaan kweken. Nee, de vrienden, komen heel veel problemen samen, heel veel onvrede, heel veel angst. Dit kan electoraal gevolgen hebben in 2024. Het
het zijn moeilijke dossiers, absoluut. Maar aan de andere kant is het ook geen alternatief om bijvoorbeeld met ons huidige landbouwmodel verder te doen zoals we bezig zijn. Want dat botst stilaan op zijn limiet qua natuur en milieu. Dat map 7, zoals dat gisteren uitlegde. Maar de Europese nitraatrichtlijn zegt dat we tegen 2027, dus ook in West-Vlaanderen, iets zullen moeten doen. En de Vlaamse regering is daarmee bezig. Alleen heb ik zelfs als hier 25.000 hectare landbouwgrond kost. Maar alleen heb ik ook hier de indruk dat er onvoldoende rechtszekerheid wordt geboden aan landbouwers. En eigenlijk moet je naar een nieuw landbouwmodel kunnen gaan in West-Vlaanderen, maar ook, daar, ook daarbuiten. Kwaliteit van water uiteraard, maar ook grond gaan bekijken. Een nieuw model, ook een verdienmodel. Eigenlijk moet je perspectief kunnen geven aan landbouwers. Dus heel veel dialoog, heel veel overleg. Maar doen alsof dat we kunnen verder gaan zoals nu, want u bent er allemaal tegen. Die transitie zal moeten gebeuren. Ook in de landbouw, ook op het vlak van energie bijvoorbeeld. Ik lees in de krant van West-Vlaanderen, meneer Vermeers, dat uw partij de voorbije jaren het aantal lokale afdelingen verdubbeld heeft tot 34. Wordt West-Vlaanderen voor u een strijdgebied in 2024? Wel, u weet ongetwijfeld dat voor de Kamerverkiezingen wij net niet de grootste partij van West-Vlaanderen geworden zijn. Wij hebben absoluut die ambitie om de grootste partij van de provincie te worden. Dat is ook onze ambitie voor Hans-Vlaanderen. Uw voorzitter schreef al in een boekje na de vorige verkiezingen... Excuseer, we moeten afronden. Ik had graag op de landbouw nog gereageerd. Nee, uw voorzitter schreef al in een boekje na de vorige verkiezingen dat de doorbraak was van Vlaams Belang in West-Vlaanderen. Dit kan zich doorzetten. Wel, laat ons hopen van niet, want het Vlaams Belang is natuurlijk een partij die nooit oplossingen komt aanbrengen. We hebben dat hier ook gehoord in feite. Ik denk dat West-Vlaanderen een provincie moet zijn waar we trots op kunnen zijn. Hè? En dat betekent dat we ook een stuk innovatie moeten omarmen, dat we een stuk moeten kijken naar de toekomst, niet blijven hangen in het verleden. Het gaat over toekomstige oplossingen. Het gaat over het uitbouwen van een nieuwe sterke economie. We hebben heel veel troeven in onze provincie, maar laten we de mensen niet bang maken. Laten we ook niet doen alsof niks moet veranderen. Hè? Want er zijn zaken die moeten veranderen. Dus wij kijken op een positieve manier naar onze provincie en naar de beleidsuitdagingen die zich daarop staan. We moeten dit afronden. Bedankt voor dit debat. Een debat dat, denk ik, in de aanloop naar 2024 nog wel gaat terugkomen. Dank u wel. Dank u. Voilà, je vais dormir chez Rémi ce soir. Tu reviens chez nous un jour? Peut-être. Ouvrez les fenêtres, les garçons. T'es prêt? Allô, iedereen. Welkom in het eerste middelbaar. Est-ce que je peux poser une question? Est-ce que vous êtes ensemble? Non, on n'est pas en couple. Je pense qu'ils sont meilleurs amis plus. Oui, on est plus, mais genre même quasiment frères. C'est pas. Non, peut-être que vous assumez pas. Kloos is goed voor zilver in Cannes en misschien ook binnenkort een Oscar. We kunnen toch maar dromen natuurlijk, maar hoe dan ook een must-see. Dag, Lucas Dont. Hè. Hallo. De bezieler van Kloos en veel meer dan de regisseur, de man van Kloos en dan Eden Dambrin, de ster van de film. Hè. Iedereen schittert in de film, maar jij misschien nog het meest van al. Lucas, na Girl, weer wat ik dan zou noemen een kleine, grootse film over opgroeien, jezelf zoeken, je stem zoeken, geen woorden vinden, vastzitten, misbegrepen zijn, dat soort dingen. Zijn dat de thema's waar jij wil of misschien moet mee aan de slag gaan? Ja, het is waar dat ik denk ik cinema op dit moment in mijn leven gebruik om te praten over die dingen waar dat ik niet over kon spreken toen ik jong was. Veel van die thema's hebben te maken met identiteit. Ik denk dat we natuurlijk met Kloos echt proberen iets anders doen hebben, ons opnieuw een klein beetje uitvinden. Dat probeer je met elke film opnieuw te doen. En waar dat voor Girl misschien de relatie ook met het lichaam centraal stond, denk ik dat hier in deze film een centraal thema toch wel die vriendschap is. Vriendschap, wat eigenlijk een heel belangrijk thema voor mij is geweest in de voorbije jaren, hè, omdat we tijdens de coronaperiode allemaal heel afgezonderd van elkaar leefden. En dat die kracht, maar ook de fragiliteit van vriendschap, daardoor plots bij mij even heel hard binnenkwam. En ik denk dat we allemaal al in een vriendschap op een moment hebben gestaan waarbij dat plots door wat wij doen of wat iemand anders doet, die vriendschap niet meer dezelfde is. En dat is een soort universeel gevoel waar ik heel hard een uitdrukking aan wou geven met deze film. Want Girl
vertrok ook van een echt gebeurd verhaal. Mm-hmm. Het verhaal van Nora Monsecours, danseres, transgender. Zeg je dan, dit vertrekt eigenlijk vanuit Lucas? Wel, eigenlijk is het ook dit keer eerst gekomen via de verhalen van anderen. Om dan natuurlijk terug te koppelen naar mezelf. Maar eigenlijk het echte beginpunt van deze film was een boek. Een Amerikaanse studie, gedaan door een psychologe, Nayo Buey noemt zij. En wat zij eigenlijk heeft gedaan, is ze heeft 150 jongens gevolgd. Van de leeftijd van Eden, toen wij hem ontmoet hadden, 13, tot 18. En ze heeft die jongens eigenlijk op 13 gevraagd om te spreken over hun jongensvriendschappen. En wat ongelooflijk is dat die jongens op die leeftijd daarover spreken alsof dat liefdesverhalen zijn. Die taal die zit vol emotie, vol kwetsbaarheid. Dat is eigenlijk heel open in de communicatie over wat er ook van binnen gebeurt bij hun. En dan op 16, 17, 18 stelt ze diezelfde jongens diezelfde vragen en merkt ze hoe dat veel van hen plots dat vocabularium niet meer durven gebruiken. Hoe dat zij niet afstand nemen. Meer, hoe dat ze afstand nemen, niet alleen van elkaar, maar daardoor ook van zichzelf. Ja. En dus even is dan de logische vraag, want jij was 14 bij ten einde van de opnames. Hoeveel van die Eden zit er dan in Leo? Ja, heel veel. Ja? Want toen Lucas ons de script hadden gegeven, moesten die lezen. En wanneer we klaar waren, moesten wij alles vergeten van de script. Dat is ook niet zo simpel. Nee, maar ik vond dat wel makkelijker, want zo had ik de stress niet van oei, ik ga mijn tekst vergeten of zo. Dat was echt gewoon ons eigen verhaal, maar het was wel nog steeds een rol. Dus ja, die vriendschap tussen Remy en Leo was gewoon heel echt. En ja, ik heb ook zo commentaar gekregen in mijn vorige school, want ik had lang haar. Ja. En ik had ook commentaar gekregen van ja, waarom heb je lang haar? Waarom blijf je met de meisjes? Ben je meer meisje of ben je misschien meer dat of meer dit? Ja, ja. En ben jij ook afstand gaan nemen? Is dat ook herkenbaar? Het was herkenbaar, zeker voor Leo. Want Leo, wanneer hij die commentaar krijgt, gaat hij proberen om zijn masculiniteit te tonen aan de... Gaat hockey spelen. Ja, aan de cool boys, zou ik zeggen. Je hebt een leren jekker aan. Dank je. Dank je. En is heel cool. En wanneer ik die commentaar had gehoord van mijn kameraad, zal ik zeggen, heb ik gewoon niet naar hun geluisterd. Want commentaar ga je hele leven lang krijgen. Dus waarom moet je daar nu naar luisteren? En als je blij bent met jezelf, dan is gewoon blij met jezelf. Supermatig. Dat is een sterke houding. Want ja, Leo kan daar niet tegenop, hè? Ja, voor Leo is het heel moeilijk om zo'n commentaar te krijgen, want hij is nog steeds heel jong. Mm-hmm. En hij wil met zijn beste vriend Remy blijven, maar met die commentaars gaat hij proberen om... Mm-hmm. Hij is geweldig in de film. Ik heb het jou al gezegd, hij doet mij ook een beetje aan jou denken. Mm-hmm. Mooie blonde jongeling. Hoe ben je bij Eden terechtgekomen? Want ja, Eden heeft niet al 7 films gespeeld en al in Cannes prijzen gewonnen natuurlijk. Hè. Het begint allemaal nu. Begint, dus het klopt. Het is eigenlijk een heel bijzonder verhaal. Omdat ik op een bepaald moment nam ik een trein van Antwerpen naar Gent. En ik was eigenlijk naar muziek aan het luisteren. En ik kijk naast mij, ik was natuurlijk Close wel al aan het schrijven. Ik kijk naast mij en ik zie een jongen, de 12-jarige versie van deze jongen naast mij, heel expressief aan het praten met zijn vriendinnen. Duidelijk iets aan het uitleggen wat hem enorm passioneert. En ik dacht meteen, ja, daar gebeurt iets ongelooflijk. De manier van wat er op zijn gezicht tevoorschijn kwam, die ogen. En ik dacht, ik ga spijt krijgen als ik hem niet aanspreek en als ik niet vraag of hij eventueel geïnteresseerd zou zijn in cinema. En hoe moeilijk was het om jou te overtuigen dan? Niet zo moeilijk. Niet zo moeilijk. Je was geïnteresseerd in cinema. Ja, tuurlijk. Maar wist je wie hij was? Nee, helemaal niet. Dus ik dacht zo, oei, waarom gaat hij met mij? Want je bent nooit meer tegen u aanspreken in de trein. Dus ik was een beetje bang in het begin. Maar dan ik was zo met mijn vriendinnen aan het praten. En ik vroeg zo aan hun, zo, ja, zoek het maar op Google. En dan opeens zag ik mijn vriendinnen zo van, het is hem. Het is hem. Ik was zo van, oké, het is oké. Dus dan heb ik met hem verder gesproken. En op het einde van een discussie vroeg hij aan mij als ik auditie wou doen voor zijn nieuwe film. En ik heb bijna een jaar geschreeuwd in de trein, want dat was een beetje... Heb je niet gewoon gezegd, ik heb net auditie gedaan? Nee, natuurlijk niet. Maar dat was gewoon een droom van mij als klein kind. En dan heb ik direct aan mijn mama gebeld. Ik was jaren regisseur in de trein en ik mag auditie doen. En die was zo, wie is dat? Dus ik ga nu uit de trein. Iedereen nu heeft jou gegoogeld eigenlijk. Ja, en mijn mama was zo, ja, maar het is oké. En zij heeft hem ook gegoogeld. En ja,
toen heeft zij wel haar toestemming gegeven om deze te doen in Antwerp-Lucas. Maar hoe ga je aan de slag? Want trouwens, ook Gustave de Wale, die we ook al zagen daarnet, ja, is ook geweldig. Ja. Maar hoe ga je aan de slag met twee jonge mensen die nog nooit film hebben gemaakt? Ze moeten het script vergeten, maar ja, ze moeten wel jouw verhaal vertellen. Ja. Dus eigenlijk, wat bijzonder was aan Gustave en Eden, is dat eigenlijk tijdens ons castingproces, wat we eigenlijk gedaan hebben in het dorp waarvan ik kom, hè, en ook in de buitenlucht, omdat we dat gedaan hebben tijdens de coronaperiode. Wat heel bijzonder was, was dat zij onmiddellijk een chemie hadden. Zij waren onmiddellijk elkaar aan het helpen en elkaar ook een klein beetje aan het regisseren tijdens die castings. Ze zeiden van, jij doet dat en dan ga ik dat doen. En dus wij zagen meteen tussen die twee niet alleen hun talent, maar ook de mogelijkheid om een samenwerking aan te gaan. En dan was het belangrijk voor mij dat ze het scenario lazen, dat ze wisten waarover de film ging en wat er getoond werd. Ze hebben ook in gesprek gegaan rond de thema's, vriendschap, verlies. Ze zijn ook jongens natuurlijk die opgroeien, ja. Dus die druk van mannelijkheid, die kennen ze. Maar dan ook om het te vergeten, omdat ik denk, ja, wij scenario-schrijvers zijn geen 13 meer. Dus voor mij was het ook belangrijk dat zij de mogelijkheid zagen om ook iets van hunzelf te brengen. Om ook bepaalde dingen naar hun hand te zetten. En dat zijn we eigenlijk langzaam beginnen doen. We hebben onze repetitieproces was heel bijzonder, omdat we eigenlijk meer gewoon dagdagelijkse dingen samen gedaan hebben. We zijn naar de zee geweest, we hebben pannenkoeken gemaakt. Ook met de andere acteurs en actrices in de film. Spaghetti gegeten? We hebben spaghetti gegeten. En langzaam ontstaan natuurlijk die relaties een beetje die in de film daarna ook toont. En ontstaat dat vertrouwen om met elkaar aan de slag te gaan. Eden, ben jij je bewust van wat er aan het gebeuren is rond die film? Overal ter wereld prijzen, in Cannes jubelend onthaald, opening van het filmfest in Gent en wie weet straks een Oscar. Nee, ik ben er helemaal niet bewust van. Ik ben elke dag zo met mijn mama, ja, maak mij wakker, is dat een droom of zo. Want je geniet er wel duidelijk natuurlijk, van. Natuurlijk, ook als de eerste keer, dat was de eerste keer dat ik in Cannes was geweest en zo. En dat was de eerste keer dat ik een film had gespeeld en dat was gewoon ontzettend leuk. Ik heb niet eens de woorden om te zeggen hoe fantastisch het was. Ja, ja. Het is gewoon magisch. Ja. Maar het is wel aan het gebeuren, hè? Prijzen wereldwijd en de distributeurs in Amerika geloven blijkbaar echt wel in de Oscar-kansen van deze film. Hè? Want ja. Ik las ergens ook voor beste film, beste regie. Dus niet alleen de klassieke buitenlandse film, maar The Big Dream. Ja, ik denk, het is een film die werkt op verschillende generaties. We merken dat nu ook in de zalen, zowel in Amerika, Frankrijk, België, zijn we nu heel veel avant-premières aan het doen. En de film werkt echt op een publiek van verschillende leeftijden. Enerzijds op een jong publiek, omdat natuurlijk het idee van liefde meer openlijk beleven zonder grenzen, zonder boksen, zonder verwachtingen die gepaard gaan met ons gender of onze seksualiteit, is iets wat een levendiger debat is bij jonge mensen. Niet alleen natuurlijk bij jonge mensen, maar je merkt dat voor een oudere generatie is het ook echt een film die gaat over een vriendschap uit hun jeugd. Of waarvan dat je voelt van ze kunnen ook iets projecteren van zichzelf. Misschien. Durf je te hopen op die Oscar? Of mag je dat niet hopen? Ik denk, we zijn gezond ambitieus. In die zin dat we gaan daar volledig voor. Het was een sterk jaar van de Belgische film. Ja. Er zijn ongelooflijk sterke films. En toch heeft België ons gekozen om te gaan. Dan vind ik, dan moeten wij daar voluit en volledig voor gaan. Ik droom al van de Oscars sinds dat ik 12 ben en met een camera achter mijn broer en mijn mama loop. Dus ja, ik durf daar zeker op te dromen. Maar ik ben op dit moment, aangezien ze pas in maart plaatsvinden, nog eerder voorzichtig natuurlijk. Je vertrekt wel woensdag naar daar om ze warm te maken. Ik vertrek woensdag naar daar en wij gaan dan eigenlijk verder zetten waarmee we al begonnen zijn sinds eind augustus. Okay. En gaan we eigenlijk verschillende screenings organiseren om zoveel mogelijk voters te overtuigen
van... Ja. En anders komen wij wel helpen. Anders komen jullie helpen. Ja, wij hebben vakantie, dus wij kunnen ook, als het moet, nog mee op dat vliegtuig stappen. Mag ik jullie alle twee hartelijk danken. En je zei het zelf al, er zijn bijzonder veel goede Vlaamse films op dit moment in de cinema. Er is Close, er is ook Cillian, er is ook Rebel. En ga alles maar ontdekken, zou ik gaan zeggen, in deze herfstvakantie. Het wordt weer wat vroeger donker, dus misschien een goed idee. Ja, wij gaan er zelf een weekje tussenuit. We zien elkaar hopelijk weer op zondag 13 november. Ja, in Egypte is dan de klimaattop bezig, dus daar gaan we alvast zeker op inzoomen. Geniet van de vakantie en van ongetwijfeld de laatste zomerse dagen. Dag.